Welkom luisteraars bij een nieuwe podcast van Eindbazen. Vandaag ga ik opnieuw in gesprek met Jan Geurts, schrijver en spiritueel leraar. Zo noemt hij zichzelf niet, hij noemt zichzelf schrijver van spirituele boeken. Maar daar gaan we het zo meteen nog eens eventjes over hebben. Voordat ik met hem in gesprek ga, eventjes een bedankje naar onze sponsoren. Totalseed.nl voor een bedrijf wat gespecialiseerd is in massagestoelen. Ja, hij is hier net een week weg. We hebben er ernstig van genoten, anders had je hem nog even kunnen proberen, Jan. We hadden hier een beetje de Tesla onder de massagestoelen hadden we hier staan. Als een soort van onderhoud in je lichaam. En iedere keer als we hier kwamen, dan zaten of wij of de gasten zaten in die stoel. Maar we gingen de studio verbouwen, dus hij moest ook weer weg. Maar we hebben er wel dik bijna een half jaar van genoten. Dus kijk daarvoor eventjes op totalseed.nl. En daarnaast zijn we de jongens van Gymbox ontzettend dankbaar voor hun bijdrage aan onze show. Gymbox is een bedrijf dat zich richt op zeecontainers die ze doormidden zagen of volledig aankleden als personal training gym. Dus als je een sportschool wil hebben, maar je kan geen pand kopen, dan koop je zo'n zeecontainer. Die zet je ergens neer. Je kan heel makkelijk een vergunning krijgen bij een gemeente, zodat je ook, omdat je de volgende dag ook weer weg kan zijn. Want het is namelijk verplaatsbaar. Ideaal voor personal trainers of voor bedrijven of overheidsdiensten die op locatie moeten trainen en snel van start moeten kunnen. Kijk daarvoor bij gymbox.nl. Goed, dan gaan we nu verder met de podcast. En Jan, welkom terug in de studio. Ten eerste moet ik jou, dat vraag ik altijd de gasten die al een keertje bij ons geweest. Hoe is je leven veranderd nadat je bij Eindbazen bent geweest? Niks. Nee, ik geloof het niet. Ik vond het gezellig hoor, maar gezellig okay, gewoon okay. De vorige keer. Maar dat is al bijna twee jaar geleden of zo. Ik denk langer al. Ik denk langer bijna 3 jaar geleden. Ja, ja. Ja. Nee hoor, er is niks veranderd. Ik bedoel, er verandert altijd wat, maar niet per se door Eindbazen. Oké. Ja. Nou. Dan moet je toch een soort van feliciteren. Ik wou dat ik hier een soort gouden Eindbazen logo had. Maar weet dat jij de best beluisterde podcast bent van de 173 opnames die we hebben gedaan. Oké. En we zien dan aan de zoekresultaten hoe dat men bij deze podcast komt. En dat komt toch, ja, het lijkt er toch op dat heel veel mensen toch aan het googlen zijn. Over de liefde, mm-hmm. over relaties. En daar komt die voor jou toch iedere keer weer omhoog drijven. Ja. En anderzijds, jij had het hier net in een aantal tips over de week. Onder andere dat we niet per se het succes moeten achterna jagen. Dat is dan wel weer het grappige. De andere podcast die ontzettend veel geluisterd wordt, die gaat juist over dat succes een keuze is en dat maakbaar is. Mm-mm. Dus dat is waar mensen op zoeken. Ja, dat snap ik, ja. Zijn dat twee polariteiten volgens jou? Ja, ik denk wel dat je precies dan hebt van het ene is zeg maar het ego, wat graag alles onder controle wil hebben. En het ego smult van dat soort zeg maar trainingen ook en workshops en adviezen van doe even dit en dan wordt dat je resultaat. Hè? Dus heel erg gericht op maakbaarheid, op onder controle krijgen van je leven, mm-hmm. op jezelf neerzetten in de wereld. Hè, je mission statement en al dat soort dingen. Je kent dat jargon wel. Ja. En er is niks verkeerds aan. Je kunt mensen ook op die manier best een beetje helpen om, zeg maar, om een beetje uit, als ze in een soort moeras van passiviteit zitten, om ze een klein beetje op gang te helpen en een klein beetje, zeg maar, controle over hun leven te nemen. Alleen het is vanuit de spirituele visie is het altijd schijncontrole. Ja. Ja, een manier van kijken naar de werkelijkheid die in feite inherent ook weer zijn eigen ellende oplevert. Want zo gauw je gelooft dat je leven onder controle is, dat jij de controle hebt op je leven en er gebeurt iets wat je niet leuk vindt, dan zul je ook onmiddellijk het gevoel hebben dat je faalt. Ja. Ja, en dan heb je meestal zelfafwijzing als resultaat of het gevoel dat je faalt, mislukt bent, niet goed genoeg bent, dat soort dingen. Terwijl het leven zich ontrolt volgens zeg maar enorm veel oorzaken en omstandigheden die daar invloed op hebben. En dat is echt niet alleen maar wat jij graag wil. Nee. En zelfs niet waar jij bekwaam in bent. Dat is een factor die meetelt natuurlijk, naast die duizenden andere factoren waar je helemaal niets over te zeggen hebt. Dus vanuit de spirituele visie wordt eigenlijk juist aangeraden om natuurlijk op het gewone wereldse vlak doe je dingen. Weet je wel, je wil een bedrijfje opzetten of je wil een studie gaan doen of zo. Moet je gewoon doen natuurlijk. Je hebt een idee van dat lijkt me leuk en dat ga je doen. Maar tegelijkertijd kun je vanuit een ruime perspectief er al naar kijken en zeggen van dit is soort van dit lijkt me leuk als dit zou gebeuren. Ja. Maar het kan best zijn dat het heel anders gaat en dan is het ook goed. Ja.
Ja, ja, dat is de, ik hoor heel veel non-dualiteit hierin in terugkomen. Mm-hmm. En je noemde het net heel erg mooi dat sommige mensen die zitten in een moeras van passiviteit. En ik denk dat die twee zijn natuurlijk ook wel heel erg lastig. Dat de mensen die voelen dat ze niet vooruitkomen, waar het leven stroperig is, die kunnen heel erg moeilijk begrijpen dat het gewoon zo is, omdat mm-hmm. het zo is. Mm-hmm. Zou je zeggen dat daar bij die mensen die in een moeras van passiviteit zitten, dat daar ook een bewustzijnsverschil in zit? Dat die nog aan een soort van begin staan van? Dat kan je heel moeilijk beoordelen over andere mensen waar ze staan. Want je kunt evengoed in een soort passiviteitscrisis zitten die als het ware een symptoom is van een soort bijna doorbraak op spiritueel gebied. Ja. Ja, omdat je al, zeg maar, al je gewone manieren, al ego's gewone manieren om je leven leuk te maken, die zijn al vastgelopen. Mm-hmm. Verslaafd ben je al geweest, weet je wel. Relaties heb je al geprobeerd, weet je wel. Succes heb je al gehad misschien. Ja, en dan kun je ook in zo'n soort van, wat heeft dit allemaal voor zin en is dit nou alles, bui terechtkomen. En dat is dan vaak het moment waarop je dingen gaat afvragen die je daarvoor nooit hebt afgevraagd. Zoals, wie ben ik eigenlijk? Wat is eigenlijk überhaupt de functie van mijn verschijnen in de wereld? Dat soort dingen. Ja. Hey, en vorige keer hebben we al 2 uur gekletst. Heel veel onderwerpen hebben we besproken. En ik was eigenlijk wel heel erg benieuwd, wat is de grote groei die jij in die afgelopen 3 jaar, in die tussentijd, wat is de grote groei die jij zelf hebt meegemaakt? Ik weet niet of ik zoveel gegroeid ben in die 3 jaar. Dus. Inzichten of... Het grappige is, ik ben al een jaar of 20 bezig met, zeg maar, de beoefening van Dzogchen, hè, van Tibetaans boeddhisme. En daarnaast de laatste pakweg 5 jaar ook van Advaita. Inquiry van Advaita. Eigenlijk heb ik het gevoel dat er een soort constante groei ontstaat op een bepaald moment. Niet zo heel veel pieken meer, een soort van doorbraken meer of wat dan ook. Terwijl tegelijkertijd, als je dan terugkijkt, 3 jaar geleden bijvoorbeeld, zat ik nog in de nadagen van een zware relatiecrisis. Dus ik had het toen best wel zwaar ook op sommige momenten. En daar was ik dan wel mee aan het beoefenen. Maar dat betekent niet dat het dan meteen leuk wordt. Dan blijft het gewoon heel erg zwaar. Ja. Alleen je probeert dan als het ware dat te herkennen als de zwaarheid, als iets wat zich in je eigen geest afspeelt en niet per se waar de ander dan de schuld van is. Ja. Dus die beoefening heb ik veel gedaan. En tegelijkertijd, tijd heelt ook een hoop wonden. Hè? Dus dat zijn weer jaren verder en die relatiecrisis is echt achter de rug. Ja. Voor mij nu. Dus ik kan wel zeggen, ik heb daar heel veel aan gehad, die moeilijke jaren. Ik heb daar toen ook dat boek over liefde en loslaten over geschreven. En dus ook aan het schrijven van dat boek heb ik veel gehad. Mm-hmm. Hè? Want het is leuk voor anderen, maar het is voor jezelf ook buitengewoon leerzaam om je ervaringen op zo'n manier op papier te zetten en te publiceren. Dus verder is het een soort stroom. Ik bedoel, in het begin van je spirituele pad heb je vaak van die heftige fluctuaties, dat je periode hebt dat je ineens allemaal nieuwe dingen ziet. Oh, weet je wel, extatische momenten en diep in de put zitten van dit gaat mij nooit lukken, weet je wel, dat soort dingen. Ja. Maar op een gegeven moment krijg je gewoon toch een beetje door hoe het werkt. Ja. En dat het gewoon een kwestie is van gewoon elke dag maar gewoon je beoefeningen doen en de rest van de dag proberen, zeg maar, zo bewust mogelijk te zijn met wat er is, hè? Zoals dat in jargon genoemd wordt. En dan ontstaat er meer een soort van brede rivier die gewoon heel langzaam maar zeker gewoon naar de oceaan beweegt. Ja. En dan maak je eigenlijk helemaal niet meer zo druk over verlichting bereiken of dat soort dingen ook. Ja. Niet meer zo echt belangrijk. Ja. Heeft dat ook met de leeftijd te maken? Ja, misschien wel. Een beetje wel, denk ik. Ja, ook dan. Je hebt natuurlijk een hoop meegemaakt. Ik heb natuurlijk een hoop meegemaakt. En dat draagt toch ook op een bepaalde manier, zeg maar, door schade en schande word je ook wijs. Mm-hmm. En dat is dan een soort praktische wijsheid die je als het ware erbij krijgt als je ouder wordt. En die dan best wel redelijk goed blendt, zeg maar, zich mengt met die wijsheid die je dan door de juiste vorm van beoefenen, van de juiste vorm van meditatie ontwikkelt. Ja, ja. Zou je zeggen dat er meer berusting komt? Ook naarmate je nu ouder wordt, het niet meer zoveel. Heb je het gevoel dat het allemaal niet meer zoveel uitmaakt? Dat klinkt als onverschilligheid. Zo ervaar ik dat niet. Ik denk dat het
dat er een soort basisgevoel van vreugde is, wat eigenlijk losstaat van je dagelijkse stemmingen. Ik heb ook gewoon een chagrijnige bui af en toe, maar die hebben veel minder werkelijkheidswaarde. Het blijft nog als een soort gevoel blijft het over. Maar rondom dat gevoel is zoveel ruimte. Ja. Ruimte wat we in Dzogchen dan gewaarzijn noemen. Dus het gewaarzijn verdwijnt niet iedere keer volledig in de stemming waarin je op dat moment verkeert. Het is ook niet zo dat er geen stemmingswisselingen meer zijn. Ik denk ook niet dat dat überhaupt de bedoeling is. Ik denk dat ook een verlichte leraar ook stemmingswisselingen heeft. Maar dan tegelijkertijd het herkent als een stemmingswisseling. Ja. En niet als de werkelijkheid. Ja. Dus doorgaans als mensen in een stemming zitten, bijvoorbeeld in een depressieve stemming, dan is op dat moment de werkelijkheid voor hun ook zinloos of waardeloos of verschrikkelijk pijnlijk of wat dan ook. Ja. Ja? Dus dat heet dan identificatie. Dus dat gewaarzijn identificeert zich met je gedachten en je gevoelens, met je ego, met je lichaam. En vanuit die positie ben je dus echt de klos, kan je wel zeggen. Ja? Ja. Als je een rotbui hebt, een depribui, of je bent afgewezen door je geliefde of wat dan ook, dan ben je echt dat gevoel. Mm-hmm. En de spirituele ontwikkeling helpt je om als het ware niet van die gevoelens af te komen. Dat is wat mensen vaak denken van, oh, ik ga lekker veel mediteren, dan heb ik nooit meer last van zelfafwijzing of noem maar op, hè, al die pijnlijke emoties. Nee, ze komen nog steeds, alleen je bent ze niet meer, je hebt ze. Ja. Ja, en als je een gevoel hebt, dan is het dus iets anders wat je herkent als jezelf, wat als het ware gewaar is van die gevoelens. En wat er dus ook uit verdwijnt is het verzet. Het soort van, ik wil dit niet voelen en ik moet nou iets doen om me weer goed te voelen. Ja. Wat voor ego natuurlijk altijd een soort hoofdrichtlijn is van, het ego wil zich goed voelen. Ja. En als het ego zich even verdrietig of angstig of ellendig of bang voelt, dan moet het ego, ja, het ego verkrampt als het ware. En als je niet een goedschikse oplossing hebt voor je probleem, dan in godsnaam maar die fles wijn erbij, weet je wel, en 6 zakken chips en gaan zappen en dat soort dingen. Ja. Om maar zo snel mogelijk van dat rotgevoel af te komen. En die houding levert nou juist extra ellende op. Ja. Dus dat is wat geleidelijk aan op het spirituele pad, als je de juiste beoefeningen doet, dat de buien komen op, maar het ego wat zich doorgaans verzet tegen die nare buien en zich vastklampt aan de fijne buien, hè, want dat is dan de keerzijde van dezelfde ego-medaille. Die neiging die ontspant zich als het ware. Dus daar komt een bui op en er is iets wat glimlacht en zegt, oeh, kijk mij nou eens mijn ochtend chagrijnbui hebben. Ja. Of oeh, kijk mij nou eens bang zijn dat mijn liefje mij niet meer leuk gaat vinden of zoiets. Weet je wel, dat soort dingen. Ja, interessant. Wat me net te binnen schoot, want vorige keer toen je bij ons was, toen vertelde je dat je had een relatie met een wat jongere dame. Ik weet niet of dat nu nog steeds is. Of dat was die relatiecrisis waarschijnlijk? Nee, toen was je volgens mij... Of was ik daar al... Ik heb altijd relaties met jongere vrouwen. Op dat moment had je een relatie met een 20 jaar jongere vrouw. Ja. Dat was volgens mij toen gewoon de casus. Dus misschien dat je vlak daarna dat het dan... Nee, dan kijk, 3 jaar geleden, als we het daarover hebben, dan had ik een relatie met die 20 jaar jongere vrouw die in een crisis zat. Ah, oké. Okay. Ja. En daarna heb ik niet echt meer een relatie op de traditionele manier gehad. En ik heb nog wel vriendinnen. Ja. Maar dat is dan meer wat ik dan in mijn boeken ook een spirituele relatie noem. Hè? Dus dat er geen of niet al te veel ego-verstrengeling is. Dat je elk je eigen leven houdt ook. En elkaar op een bepaalde manier vrijlaat zonder dat het vrijblijvendheid wordt. Hè? Dus dat je intens samen bent en loslaat ook weer. Ja. En dan moet ik dat toch even aanhalen, want je vertelde het in een studio en lees je wel eens commentaar op YouTube of niet? Nee. Nee, oké. Okay. men vindt hier wel wat van. In de zin van, er werd geroepen, misbruik van goeroe-status. Ja. Als je zo verlicht bent, hoe kan je dan met zo'n jongere vrouw? En dan maak je er misbruik van. Ook de term, de spirituele relatie. Dat heel veel mensen daar toch bijna in aanval voor gaan. Ja. Herkenbaar? In ieder geval begrijpbaar. Mm-hmm. In de zin van natuurlijk dat hele idee van spirituele relatie, waarbij het uitgangspunt is dat beide partners zich zelf verantwoordelijkheid nemen voor al hun gevoelens en dus ophouden met de ander verantwoordelijk te stellen voor die gevoelens.
is behoorlijk bedreigend voor veel mensen. Ja. En als het dan ook nog betekent dat je elkaar vrijlaat, ook op het vlak van met wie ben je intiem. Niet dat dat per se moet, overigens. Spirituele relatie is niet een relatie waarin je met meerdere mensen intiem moet zijn. Mm-hmm. Maar je verbiedt het elkaar ook niet. Ja. En dat alleen al, dat je daar geen verbod op hebt. Dat je in feite dus zegt van, we zijn niet elkaars papa en mama. En we zijn allebei volwassen mensen. En je moet gewoon doen wat je belangrijk vindt voor jezelf. En als ik daar moeite mee heb, dan zal ik dat wel zeggen. Dat is al voor veel mensen heel bedreigend. Mm-hmm. Dus sommige mensen reageren dan op bedreiging, met afwijzing uiteraard. Want dat is zeg maar de standaard ego-reactie. Als jij een ongemakkelijk gevoel over iets hebt, dan veroordeel je de trigger van dat ongemakkelijke gevoel. Dus dat, als dat mijn boek is, dan is dat natuurlijk gewoon een heel waardeloos boek van, weet je wel, iemand die het met iedereen doet of iets dergelijks. Ja, dan heb je gewoon je oordeel klaar. Ja, interessant. Ik kijk even naar elkaar, maar want ik zit even te denken. Staat hij te laag misschien? Even zeker weten dat hij. Even zo. Dan weet ik zeker dat hij ook op je gezicht blijft focussen en niet op het dingetje daar. Mm-hmm. Details. Dat is wel goed. Hè? Hij is gewoon scherp. Ja, precies. Oké. Okay. Ja. Anders zit ik me dezelfde tijd af te vragen. Zit ik hier in mijn eigen verkramping, noemen we dat dan. En als je dan nu kijkt, als jij een nieuw iemand tegenkomt waarmee je een bepaalde klik hebt. Ik kan me zo voorstellen dat als ik een vrouw zou zijn en ik zou jou tegenkomen en ik hoor jou hierover praten, dan denk ik, nou, dat wordt lastig om, om hier, je wordt continu gespiegeld in een relatie. Of vinden vrouwen het ook eng? Of vinden ze het ook net zo aantrekkelijk? Dat hangt natuurlijk van de vrouw af. Sommige vrouwen, net wat ik daarnet zeg, sommige mensen zijn hier helemaal niet mee bezig ook, willen helemaal niet een spirituele relatie, willen gewoon de veilige, zeg maar, wat ik dan papa en mama relatie noem. Hè? Dus een herschepping van de situatie waarin je als kind verkeerd hebt, namelijk een veilig gezinnetje. Ja, ja, willen vooral veiligheid. En dat is natuurlijk helemaal oké. Ook daar, bedoel, iedereen moet daar natuurlijk moet zijn eigen leven inrichten volgens zijn eigen verlangens. Ja. En sommige verlangens leveren op termijn ellende op. En daar kan je dan weer van groeien. Dus. Ja, volgens mij was dat nog de grootste misinterpretatie die ik eigenlijk las in die comments. Was dat ik dacht van, wow, iedereen valt hier over elkaar heen. Maar uiteindelijk, je vertelt niet hoe mensen het moeten doen. Je geeft gewoon een idee wat er mogelijk is. En waar je ook bij stil kan staan. En er is geen goed of fout. Mm-hmm, terwijl het merendeel toch aan papa en mama relatie vasthoudt. Ja, ja. Dat, en alsof ik zou, zeg maar, echt zou propageren dat iedereen als het ware een polyamoreuze relatie moet gaan beginnen of iets dergelijks. Nee, daar moet je zeker niet aan beginnen als je daar niet een soort van attractie naar hebt. Natuurlijk een fascinatie van wat er is er allemaal nog te leren op dit gebied. Als je dat niet hebt en je hebt een partner en je bent allebei blij met gewoon, zeg maar, je veilige monogame relatie houden zo, weet je wel. Het zal uiteindelijk zal het natuurlijk toch zijn problemen opleveren die weer bijdragen aan spirituele groei. Dus het kan niet misgaan. Ja, dus wat je ook kiest, het is al. Ja, wat je ook kiest, weet je wel. Het leven, als, zeg maar, voor zover je keuzes bepaald worden door het ego, leveren ze op termijn de ellende op die je nodig hebt om dat deel van je ego te leren kennen en eventueel te overstijgen. Ja. En kan een polyamoreuze relatie ook een ontsnapping zijn van je durven binden aan één iemand? Absoluut, ja, absoluut. Ook ego heeft zo zijn trucs. Hè? En heel vaak zal het ego bepaalde spirituele opvattingen annexeren voor zijn eigen doeleinden. Ja, dat zie je heel veel. Bijvoorbeeld het spirituele visie zegt dat je moet proberen om om je niet volledig te hechten aan spullen of aan personen. Nu, er zijn ook weer spirituele beoefenaars die dat interpreteren op een manier die in feite een vorm van bindingsangst is. Die zeggen, oh, ik ga geen relaties meer aan, want de vorige keer heb ik zoveel ellende gehad. Ik begin er niet meer aan. Dus dan lijkt het alsof je heel spiritueel ontwikkeld bent door je niet meer te hechten aan mensen. Maar in feite ben je gewoon een soort bindingsangst aan het ontwikkelen met een spiritueel sausje. Ja. Dus dat is een voorbeeld van hoe het ego, zeg maar, spirituele opvattingen kan annexeren. Hetzelfde met in een ego-relatie. Ego's zijn vaak bang om hun partner te verliezen. Ja? Maar als je er nog eentje hebt, dan wordt die angst gehalveerd. Ja, dus je hebt een relatie met iemand en je hebt nog een zo'n soort van intieme relatie met iemand anders. Ja.
dat is voor het ego is dat een soort spreiding van afhankelijkheid. Waarbij je dus zeg maar per saldo je afhankelijkheid van die ene persoon voor de helft vermindert. Omdat je nog iets hebt om terug te vallen. Dus het idee van deze gaat me in de steek laten is iets minder beangstigend voor het ego. Als je nog weet van ja, maar dan heb ik altijd nog die ander. Ja. Wat natuurlijk ook weer een schijnveiligheid is. Want je kan ook evengoed binnen een maand tijd beide partners kwijtraken. Ja, dubbel feest. Ja. Ja, ja. Er is geen enkele garantie op duurzaamheid van een relatie. Mm. En zie je het meer in jouw cursus die je nu voorbij komt? Dat zijn er meer en meer mensen die dit pad opgaan van de spirituele relatie. En dan vooral eventjes richting... Want het spirituele relatie hoeft voor mij nog niet eens polyamoreus te zijn. Mm-hmm. Spirituele relatie is in mijn ogen meer dat je bij elkaar blijft zolang de liefde stroomt. En wel met dat aspect erin van dat je allebei verantwoordelijkheid neemt voor je eigen gevoelens. Juist. Dus ook als de ander iets doet of zegt en jij voelt je daardoor gekwetst of bang, dat je weliswaar deelt met die ander van wat je daarnet zei of wat je aan het doen bent, maakt me heel erg bang of kwetst me, maar niet van jij moet daarmee ophouden. Ja, ja. Dat is mijn probleem, ik ga daarmee aan het werk. Ja. De ander kan natuurlijk dan besluiten van... oh, maar dit was helemaal niet mijn bedoeling en dus helemaal niet zo, weet je wel. Dus de ander kan uit vrije wil eventueel zeggen van... oh, maar dan ga ik gewoon op een ander moment fietsen of wat dan ook, weet je wel. Dus wat dan ook de oorzaak was, daar kan ik wel iets aan veranderen. Ja. Maar niet vanuit van jij bent hier de oorzaak van mijn ellende. Dat is wat in standaardrelaties altijd het geval is. Ja. Ja, en dat is denk ik wel het cruciale punt... Het cruciale verschil tussen een ego-relatie en een spirituele relatie. Ja. Een spirituele relatie is natuurlijk altijd ook een ego-relatie. Ik bedoel, als twee mensen, weet je wel, gek op elkaar zijn... en zeker als je veel tijd met elkaar doorbrengt... dan vindt er altijd een ego-verstrengeling plaats. Die persoon wordt een deel van je zelfbeeld. Ja. Kan niet vermeden worden, moet je ook niet proberen te vermijden... want dan kom je in die valkuil van de bindingsangst met een spiritueel sausje... Ja, dus nee, hecht je gerust aan je geliefde en aan je ouders en aan je kinderen en zo allemaal. Alleen op het moment dat er dan iets misgaat in die relatie... en eigenlijk is misgaan niet eens het goede woord... maar op het moment dat er iets gebeurt waardoor je pijn hebt... waardoor je angst voelt of beknelling voelt... dat is het moment waarop het verschil maakt. Als je dan zegt van, jij moet daarmee ophouden, want ik heb hier last van. Ja. Dat is standaard, weet je wel. En als je zegt van, lieverd, ik vind het vreselijk moeilijk wat er nu gebeurt. Ik ga kijken of ik daarmee kan dealen. Ja, dan neem je verantwoordelijkheid voor wat je voelt. Ja. En dat laatste is een soort recept voor spirituele groei. Ja. En als ik dan eventjes naar een standaard gesprek van een stelletje bij een psycholoog zie. Hè, bijvoorbeeld even als je naar zo'n film kijkt, dan probeert men elkaar vaak te fixen. Is dat iets... Wat bedoel je met fixen hier? Nou, in de zin van... de ene is, het werkt niet, de relatie. Dus we gaan elkaar proberen te fixen. Oftewel, we moeten elkaar aanpassen. Hij moet dit doen, zus en zo. En vaak... Allebei een beetje water bij de wijn. Ja. Ja, dat heet investeren in de relatie. En dat is een eufemisme voor zelfamputatie. Eufemisme is? Zelfamputatie. Amputatie. Oh, wow, dus dat is een bekend verschijnsel. En het gebeurt soms heel onbewust. Ook bijvoorbeeld de ene partner heeft moeite met een bepaalde bezigheid... een bepaalde gewoonte van de andere partner. De andere partner krijgt dat door. Mm-hmm. Wordt bang dat de partner die daar moeite mee heeft... misschien wel meer afstand gaat nemen of zelfs ervan doorgaat. En gaat vervolgens zichzelf corrigeren, als het ware. Ze zichzelf amputeren. Ik kan een voorbeeld geven. Toen ik, lang voordat ik op het spirituele pad zat... leerde ik iemand kennen waar ik behoorlijk verliefd op was. En dat was in de tijd dat ik drummer was in een band. In de tijd van de Haagse bandjes. Mm-hmm. Dit is even een opa verteld onderdeeltje. Je hebt je vorige keer heel veel over verteld over jouw band. Jaren 70, ja, Den Haag, popstad nummer 1. En ik was daar drummer in een bluesband. En dat was een ruig leven. Met amfetamine gebruiken om een hele avond te kunnen doorgaan. En groepies uiteraard. Ja, groepies die stonden te wachten totdat je aandacht aan ze gaf. En wat weer een eufemisme is voor seks hebben ermee. Ja? Dus mijn toenmalige nieuwe vriendin vond dat allemaal best wel heel bedreigend. En ik was dus bang dat ze zou afhaken. En dat was voor mij een reden om te stoppen met dat werk, om te stoppen met in een band te spelen. Oh, wow. Ja, dus dat heet zelfamputatie.
In mijn boek Bevrijd door Liefde geef ik een voorbeeld van een echtpaar waarvan de vrouw een balletcarrière heeft. En de man last heeft van het feit dat zij regelmatig dus op een tamelijk intieme wijze danst met andere mannen voor haar werk. Ja, moderne ballet is behoorlijk, weet je wel, lichamelijk. En het was niet eens een nare man, want hij zei natuurlijk niet van dat mag je niet doen. Maar hij vond het wel vreselijk moeilijk om ernaar te kijken. En nam dat zichzelf vooral kwalijk ook. Dus helemaal niet dat hij haar dat verweet. Hij zei van natuurlijk moet je dat doen, dus jouw lust en jouw leven, weet je wel. Maar ik ga niet meer mee naar je voorstelling. Ik ga niet meer naar een première of zo, weet je wel. En dat deed hij dan en zat hij thuis zeg maar te mokken en het moeilijk te hebben. En zij voelde geleidelijk aan daar toch een soort dreiging van uitgaan. Totdat ze op een bepaald moment een aanbod kreeg om balletjuf te worden op zo'n balletschool met allemaal leuke kleine kindertjes die ballet willen leren. En zij koos voor een carrière switch. Ja. Wat heel duidelijk een vorm van zelfamputatie was. Oh, wow. Ja. Ja, omdat ze doorhad dat die man het misschien wel niet aan zou kunnen op langere duur. Ja. Ja, dus dit is een voorbeeld van zelfamputatie. En jij zegt niet doen. Nou ja, kijk, als je het doorkrijgt. Ik bedoel, je denkt dat je daarmee je relatie een soort positieve impuls geeft. Maar het tegendeel is het geval. Ook al lijkt het op dat moment alsof het weer pais en vree is en de man is gerustgesteld. Ja, maar onderhuids zit er bij degene die zichzelf amputeert, zit er een gevoel van zich te hebben opgeofferd voor de ander en voor de relatie. Nou, daar moet een prijs voor betaald worden. Ja. Ja, en die prijs die moet dan van die ander komen. Die moet dan daarna niet meer moeilijk doen over, weet je wel, als ik dit of dit of dat wil. Want ik heb voor jou heb ik al mijn hele balletcarrière. En dat is niet eens expliciet die soort voor wat hoort wat. Maar dat is hoe het ego werkt. Ja. Ja, ik heb me heel erg opgeofferd voor deze relatie. Wanneer offer jij een keer op, weet je wel? Wanneer ga jij eens een keer wandelen met de kinderen als ik te moe ben, weet je wel? En eens heeft zij recht op dat haar partner ook dingen gaat doen die hij niet leuk vindt. Ja, ja. En zo dwing je elkaar tot het doen van dingen die je niet leuk vindt. En dat heet dan investeren in de relatie. Ja. Ja, terwijl je in feite elkaar dwingt om onecht te zijn. Ja. Ja, hetzelfde met van meegaan naar de verjaardag van je schoonfamilie. Weet je wel, veel mensen hebben er helemaal geen zin in. Schoonfamilie is niet mijn familie. Ja, waarom moet ik mee naar die verjaardag? Ja. Om jou een plezier te doen? Nou, ik zou willen dat je dat helemaal niet zou willen. Ja. Dat ik, weet je wel, dat je, hoe kan je het leuk vinden als ik bij je mee, met je meega en je weet dat ik daar die hele avond me zit op te vreten over jouw familie? Ja. Dat als je dat echt nagaat van hoe kan je willen dat een ander bij jou is terwijl die daar niet helemaal zin in heeft? Ja. Oh, wauw. En is dit, ik mag je geen kluizenaar noemen, maar je bent wel heel erg op jezelf. Mm-hmm. En ik weet ook dat jij wel eens hebt verteld dat je last hebt van dat ze jou, vroeger was dat een ding voor je, dat ze jou niet aardig vonden. De nice guy, hè? Nice guy patroon. Ja. Hè? Altijd bang om afgewezen te worden en daardoor altijd vriendelijk tegen mensen. Vechten die twee nog wel eens als je nu ergens verplicht heen moet of je voelt dat je verplicht moet, maar dat je denkt van ja, straks vinden ze me dan niet aardig. Dat gaat stukken beter. Maar tegelijkertijd, het nice guy patroon. Dus dat je soms bang bent om eerlijk te zijn tegen mensen. Omdat je dan bang bent om onaardig gevonden te worden. Dus dat je vooral goed bent in zeg maar, ontwijkende smoesjes en zo. Dat kan ik nog steeds doen, alleen ik heb daar geen oordeel meer over. Mm-hmm. En tegelijkertijd, als ik het echt belangrijk vind, durf ik wel gewoon te zeggen van, oh nee, stop, daar heb ik geen zin in. Ja. Het werkt naar twee kanten. Zeg maar, op ego-niveau heb ik natuurlijk ook mijn trainingen gedaan, al lang geleden, maar trainingen in assertiviteit. Hè? En dan leer je gewoon van dat nice guy gedrag, dat is verwerpelijk, daar moet je vanaf. Ja. In plaats daarvan moet je leren om direct en eerlijk te zijn en assertief. En daar heb ik trainingen voor gevolgd en dat heeft mij ook best ook wel geholpen. Ja. Hè? Zeker als je werkt met groepen mensen, dan moet je ook af en toe wel iets durven zeggen wat mensen niet leuk vinden om te horen. Ja. Dus dat heb ik wel geleerd als maar door training. En dat is dus als het ware een soort persoonlijkheidsontwikkeling, ego-training. Mm-hmm. Ja? Waar niks verkeerds aan is, heb ik best wel baat bij gehad. Ja. Maar daarna heb ik dus die spirituele training gedaan en nog steeds. En dat laat je zien dat elk oordeel gewoon in feite optioneel is. Ja. Zodra je jezelf afwijst, ben je eigenlijk lijden aan het creëren. Dus ik heb mijn momenten, dan kom ik op straat iemand tegen en die persoon die
ik noem maar wat, die persoon zegt, kom je eens langs op de koffie, heb ik dan helemaal geen zin in. Dan zeg ik, nee, ik heb helemaal geen zin om bij jou op de koffie te komen. Dat zeg ik dan niet, weet je wel. Ja, dan heb ik gewoon een soort van cultureel correct soort van, ja, wie weet komt het er ooit nog eens van. De goede verstaander kan dan horen, oh, hij heeft niet zo'n zin. Maar je zegt het niet, snap je? Dat is een beetje een soort nice guy, maar ook gewoon tactisch omgaan met mensen. Niet al te bot en direct zijn. Ja. Ik heb dat nog steeds. Ik vind het nog steeds wel oké. Dat, weet je wel, dat is af en toe gewoon een soort van pais en vree-achtige manier van omgaan met mensen. Ja, de vrede willen bewaren inderdaad. Ja, ja. Ja. Maar echt belangrijke dingen. Hè, ik krijg regelmatig ook mensen bijvoorbeeld die dan een gesprek met mij willen of die mij uitnodigen voor iets waar ik dan helemaal geen zin in heb. Ja, dan zeg ik echt nee. Ja. Grappige dingen. Ik word soms uitgenodigd. De laatste keer kreeg ik een mailtje van een mevrouw. Mijn man en ik zijn grote fan van jouw boeken. En nu zijn we 50 jaar getrouwd en we willen jou uitnodigen voor een etentje met ons drieën. Wow. Ja, en dan denk ik, mijn god, weet je wel, wat lief van je. Ik wel, dus ik zeg altijd van, wat dank je wel voor je uitnodiging. Wat grappig, weet je wel, of wat aardig van je. En dan zou ik eigenlijk moeten zeggen van, snap je niet dat ik me gewoon ontzettend opgelaten ga voelen als ik aan zo'n uitnodiging moet voldoen. Ja. En dat ik daar bij jullie als een soort opgevuld konijn daar op jullie, jullie tafel dit is jouw zit. Training, Jan. Dit is jouw training. Dus dat zeg ik natuurlijk niet, maar dan zeg ik wel van nee, dank je wel voor je uitnodiging. Maar ik zou me vreselijk opgelaten voelen als ik dan bij jullie aan tafel zou zitten. Ja. Als de schrijver van die boeken, weet je wel. Dus ik kom niet. Het succes van onze 50 jaar samen. Ja, zoiets. Hè? Ja, dat soort dingen durf ik nu wel te zeggen. En ook krijg ik natuurlijk vaak uitnodigingen om lezingen te komen geven op plekken die ik te ver weg vind of waar de zaal veel te klein is of dat soort dingen. En dan zeg ik ook gewoon nee, dat doe ik niet meer. Ja. Dat heb ik nu wel geleerd. En dat is gewoon puur omdat ik me bij het alternatief nader voel. Ik vind het nog steeds moeilijk om dus gewoon een eerlijk antwoord te geven. Ik voel altijd nog die nice guy angst van, oh, dat gaan ze niet leuk vinden. Ja. Maar het alternatief van dat ik dat dan niet zou zeggen en iets ga doen wat ik niet leuk vind, dat is veel en veel erger voor mij en in feite dus eigenlijk ook voor die mensen. Ja. Dan hebben ze iemand aan tafel die het eigenlijk niet leuk vindt om bij hun aan tafel te zitten. Hoe kan je dat nou leuk vinden? Ja, dat voelen zij ook dus weer. Dus ik bespaar hun als het ware ook die vergissing. Een lieve vergissing is het, maar even goed. Ja, een vergissing. Het wel bijzonder, hè, hoe dat mensen jouw boeken lezen en dat ze zich daardoor geholpen voelen. Ze herkennen zich in de dingen die je schrijft. Waarschijnlijk veel in de voorbeelden en in de dingen die je daarin aanreikt. En dat er vervolgens uit dat boek, uit die letters, ontstaat een bepaald beeld van wauw, hey, die Jan die snapt het echt. Weet je, die gaan we uitnodigen voor onze 50ste verjaardag. Dat is toch bijzonder, weet je? Dat is wel grappig, hè? Ja. Ja. En ergens, mensen kijken, natuurlijk mensen zien, wij allemaal, als we naar andere mensen kijken, zien we altijd onze eigen projectie. Mm-hmm. En dat helpt mij ook om niet te veel te gaan geloven dat het echt waar is dat ik dan zo bijzonder zou zijn. Dat is mensen hun projectie en ik vind het leuk. Ik bedoel, na een lezing komen mensen ook wel eens naar me toe en dan zijn ze heel dankbaar en zo. Ik ben zo blij met je boeken en dat. En dat vind ik leuk om te horen. En mijn ego mag ook gerust blij zijn met die erkenning. Ja. Maar ik zie ook dat het niet over mij gaat. Ja. Het gaat over het beeld wat zij hebben van mij. En dat beeld, dat is kennelijk hun vreugde over deze kennis, deze spirituele kennis. En die kennis is natuurlijk ook niet van mij. Weet je wel? Die komt gewoon door me heen. Die heb ik weer gekregen en ik geef door waar ik dat kan doorgeven. Ja, interessant. Ik heb dat als vraag opgeschreven. Omdat er zijn de laatste tijd best wel wat documentaires over goeroes die tot een bepaald punt zijn gekomen waar ze bijvoorbeeld misbruik zijn gaan maken van de situatie. Een eerste vraag die ik daarover wil stellen, want je hebt vaak voor zalen dat je daar staat. Mensen vinden het heel mooi wat je vertelt, komen voor jou. Heb je jezelf wel eens erop betrapt dat er dan dat het ego dan komt van, hey, ik krijg hier goeroestatus. Is dat wel eens in dat moment dat je dat dan krijgt? Dat je jezelf er bewust van wordt als er drie mensen voor je staan te wachten en allerlei vragen voor je hebben? Tuurlijk, ja, natuurlijk wel. Dus, je wordt niet dom of zo. Nee, ik zie wel die dingen wel. Ik zie wel dat mensen daar tegenop kijken en
mensen noemen het soms ook wel guru, weet je wel, dat soort dingen. Ja. En dan denk ik achteraf, denk ik van binnen guru Jantje, weet je wel. Guru Jantje. Guru Jantje, ja. Ja, mooi. Ja. En heb je die documentaires ook gezien waar ik het dan toevallig heb over Osho en over die meneer van de Bikram? Van Osho heb ik wel dingen over gelezen. Natuurlijk, mijn eigen leraar Sogyal Rinpoche is ook beschuldigd van misbruik. Hè? Dus ik heb daar wel een hoop over gelezen en ik heb daar ook wel over nagedacht uiteraard. En ja, dat zijn dingen die kennelijk ook een beetje gebeuren op, zeg maar, het pad van de goeroes, kan je wel zeggen. Ja, ik zelf kwam er een keer op toen ik in Portugal was en dat iemand zei, waarom ga je niet naar, was ik daar op vakantie voor om een week aan mijn boek te schrijven. En iemand zei, ga je naar Moji? Ja. Toen dacht ik, Moji, woont hij in Portugal? Wist ik niet. Dus ik had even gegoogeld. Nou, vind ik wel leuk om daar een keer heen te gaan. Want ik vind dat hij interessante dingen zegt. Maar toen zag ik daar inderdaad filmpjes van dat mensen toch in witte kleden daarheen gaan, zijn voeten kussen. En toen dacht ik echt, nou, hier ga ik mijn zondag echt niet spenderen. Ja, ik had er meteen een afkeer van ja, dit is voor mij, gaat dan weer te ver. Ja. Mm-hmm. Toen hoorde ik hem later in een video zeggen van ja, maar als mensen de voeten van een guru, van een meester willen kussen, dan mag dat gewoon. Ik vond dat vroeger ook fijn. En toen dacht ik, ja, nou, het voelt voor mij in ieder geval niet. Ja. Mm-hmm. Wat vind jij van zoiets? Is dat een... Kijk, ik heb natuurlijk een hoop meegemaakt bij Tibetanen. En daar zit, zeg maar, in die cultuur zit een enorme verering in van de leraar, van de guru. Mm-hmm. En ik denk dat de problemen ontstaan als zowel de mensen die de guru vereren als de guru die dan vereerd wordt, dat beschouwen als werkelijk waar. Mm-hmm. Als dat die persoon als het ware werkelijk een soort hoger iets zou zijn en de guru als je werkelijk dat gaat geloven. Want dat is in feite het hele probleem op, zeg maar, waar spiritualiteit zich mee bezighoudt, is identificatie. Geloven in je eigen identiteit. Je zelfbeeld, menen dat je zelfbeeld is wie je werkelijk bent. Mm-hmm. En dat zelfbeeld, dat wordt natuurlijk gevoed door zowel afwijzing als erkenning. Dat is wat het ego doet. Afwijzingen beschouw je als een bewijs van je eigen waardeloosheid. Ja? Als je afgewezen wordt, voel je je waardeloos. Ja? Ja. En als je erkend wordt, wat ben jij toch goed en knap en mooi en dat soort dingen, dan beschouwen we dat als een bewijs van onze eigen waardevolheid. Dus zowel, zeg maar, eigenwaarde ontlenen aan erkenning of gebrek aan erkenning van anderen is in feite de oorzaak van al het lijden. Ja. Dus een beetje guru zou dat wel moeten doorhebben, natuurlijk. Ja. Dus tegelijkertijd, als de guru, zeg maar, zo hoog gerealiseerd is dat hij beseft dat die mensen helemaal niet hem zien, maar hun eigen projectie. En als dat een soort bijdrage kan leveren aan de spirituele groei van die mensen, dat ze als het ware hun blijdschap over de spirituele visie en het krijgen van die visie, dat ze dat op die manier uiten, dan denk ik, oké, iedereen moet dat zelf weten. Ik zou het ook niet doen, voeten kussen van de leraar. Ja. Dat niet. Nee. Ik ben natuurlijk ook veel te nuchter daarvoor. Maar aan de andere kant, je kan maar beter niet oordelen over wat andere mensen doen. Ja. En bijvoorbeeld Moji, ik luister af en toe wel eens, of kijk af en toe op YouTube wel naar filmpjes van hem. Ik vind dat hij af en toe heel mooie, heldere dingen zegt. Ja, zeker. Ja, dus dan denk ik, oké, wat hij zegt aan heldere dingen, dat komt bij mij binnen. En soms zegt hij dingen die niet binnenkomen. En soms zie ik inderdaad ook filmpjes met heel veel, zeg maar, van die met witte gewaden en bloemetjes en entourage en zo. En dat is dan niet mijn entourage, weet je wel. Dus alleen als je die nou kunt scheiden en je kan gewoon dat wat binnenkomt binnenlaten en dat wat niet bij je past naast je neerleggen, zonder het meteen te veroordelen als bullshit en flauwekul. Ja. Dan denk ik dat je gewoon juist dat je jezelf en iedereen in zijn waarde laat. Hè? Ja, dat is ook eigenlijk hetzelfde als in een spirituele relatie. Zowel de guru als degene, als de student, zou zelf verantwoording moeten nemen over hoe die daarmee omgaat. Ja, ja. Dat is het, ja. Ja. Ja, en niet oordelen. Ik kreeg natuurlijk toen mijn leraar Sogyal Rinpoche, toen die beschuldiging dan in de publiciteit kwam, hè, van dat hij zijn studenten misbruikt had, kreeg ik natuurlijk ook, zeg maar, vragen om te reageren. En mijn houding is dus niet oordelen, maar dat werd onmiddellijk geïnterpreteerd als vergoelijking. Ja. En terwijl vergoelijking is ook oordelen. Ja? En dan doe je als het ware, dan ontken je als het ware dat er iets gebeurd is wat duidelijk problematisch is. Ja. Dus ik heb toen in interviews dat proberen duidelijk te maken van, ik veroordeel hem niet. Hij heeft gewoon zijn eigen
pad te gaan. En in dat pad komen ook nare dingen voor. En dit is er eentje van. En daar is hij zelf verantwoordelijk voor. Ja. Ja, en hij heeft ongetwijfeld vergissingen begaan. Ja. Die alles te maken hebben met, weet je wel, zijn culturele achtergrond en zijn neurotische achtergrond die hij ook had. En tegelijkertijd heb ik heel veel aan hem gehad qua, weet je wel, als leraar in de zin van de overdracht die hij deed van die spirituele kennis. Ja. Dus voor mij kan dat gewoon naast elkaar bestaan. Een leraar die heel inspirerend kan zijn en die dingen doet waar ik niet achter sta. Ja. Maar tegelijkertijd waar ik ook niet over hoef te oordelen. Ja. Kan je nog het eerste moment herinneren dat je bij hem in de leer ging en dat je dacht, wow, hij is ook maar gewoon mens, want hij doet dit of dat. Weet je, dat je bijvoorbeeld zoiets opmerkte. Ja, dat kan ik me nog heel goed herinneren, ja. De eerste keer was eigenlijk heel grappig. Later zag ik dat een totaal ook een eigen projectie was. Maar de eerste keer dat ik hem zag was dus nadat ik heel enthousiast was over dat boek van hem, Tibetaans boek van leven en sterven. En ik had toen al een cursusje gevolgd in Amsterdam. En diezelfde zomer ging ik dan naar Zuid-Frankrijk waar hij les zou geven. En na een paar dagen was dan de eerste les. En toen zag ik hem dus ook binnenkomen in die tent. En ik had zo'n idee dat hij... Dat zag ik hem. Ik zag hem dus soort van zenuwachtig zijn. Ja. Voordat hij dat podium opklom in een tent waar 500 mensen zaten te wachten op hem. Achteraf zag ik natuurlijk, hij was totaal niet zenuwachtig. Hij was gewoon met heel iets anders bezig, wat dan ook. Maar ik zag die zenuwachtigheid en dat vertederde mij op dat moment. Ik zag iets menselijks. Ja, mooi. Ja. Terwijl ik natuurlijk achteraf was dat helemaal niet wat hij was op dat moment. Dus het was mijn eigen projectie die volgens mij dan weer vertederde en dat ik iets menselijks zag in hem. En natuurlijk veel later met terugwerkende kracht kon ik dat dan zien. Hè? Hoe dat werkt. Hoe wij dus altijd onze eigen projecties zien in anderen. Ja, we zijn de beste verhalenvertellers aan onszelf. Ja, ja, ja. Hey, als het gaat over verhalen vertellen. Rechts achter jou staat een prachtig boek, Wijzen naar de Maan. Ik had je net al de complimenten gegeven. Wat een prachtige kaft en een mooie titel. Ja. Kan je ons een klein beetje toelichten waar dit boek over gaat? Ja, het boek gaat over Wijzen naar de Maan. En dat is een mooie zeg maar, beeldspraak uit het boeddhisme. De Boeddha zelf gaf die al, 2500 jaar geleden. De Boeddha zei toen, alles wat ik hier vertel kun je beschouwen als een vinger die naar de maan wijst. Het gaat niet om de vinger, maar om de maan. En de beeldspraak is nog iets ruimer. Want hij zei, in onze situatie, zeg maar van alle mensen op aarde, is te vergelijken met dat je overal op aarde heb je emmers water en plasjes water en vijvertjes en meertjes en zo. En in al die stilstaande plasjes water is een weerspiegeling van de maan te zien. Mm-hmm. En al die weerspiegelingen zijn in feite een weerspiegeling van één en dezelfde maan. Dat voorbeeld staat dus voor alle mensen op aarde hebben zo'n sterk idee dat ze een individueel bewustzijn zijn. Ja, dus dat hele sterke ik-gevoel. Ik ben iemand anders dan jij. Ja, is wat toch heel duidelijk. Iedereen heeft dat hele sterke gevoel. En dat ik-bewustzijn was volgens de Boeddha dus een afspiegeling van een soort oorspronkelijk soort van één soort bewustzijn. Dus één bewustzijn manifesteert zich in allemaal levensvormen, mensen, dieren, planten, in allemaal ogenschijnlijk van elkaar afgescheiden bewustzijntjes. En de Boeddha legde dus uit dat zijn leer erop gericht was om vanuit die individuele bewustzijntjes als het ware weer terug te kijken naar waar is dat dan een afspiegeling van. Waar zit dat ene individuele, dat zeg maar dat één, dat allesomvattende bewustzijn, waar mijn individuele bewustzijn een afspiegeling van is. Dus mensen kijken naar het maantje in hun eigen emmertje. Dat ben ik, weet je wel. En ja. De Boeddha zegt, nee, dat is een afspiegeling van naar boven. Daar, weet je wel. Maar heel veel mensen gaan natuurlijk eerst, is dat waar het om gaat, weet je wel. Nee, dat. En dan ergens komt dan, ja, weet je wel. En dat is wat in Dzogchen dus gewaarzijn genoemd wordt. En in Advaita heet dat inquiry. Hè? Dus gewoon zoek de zoeker. Hè? Wie is op zoek naar zichzelf? Dat is precies dezelfde die je probeert te vinden. Ja. Dat is de maan als het ware. Terwijl het individuele zelf. En dat is altijd een zelf met een naam en een lichaam en een levensverhaal en hoop en vrees. Dat individuele bewustzijn is dus een soort van afspiegeling van. Een soort illusoire
weerkaatsing, als het ware, van dat ene oorspronkelijke bewustzijn, wat dus zowel door jou en door mijn ogen nu, als het ware, de wereld inkijkt. Ja, wauw. En dit is een 2.0 versie, hè, van de vorige boeken die je hebt geschreven. Ja, dat zou je kunnen zeggen. En de vorige boeken waren allemaal uitlegboeken. Mm-hmm. Dus gewoon uitleggen waar boeddhisme over gaat. En vooral waar dat Tibetaans boeddhisme over gaat. En vooral waar dan Dzogchen, dat onderdeel van Tibetaans boeddhisme, over gaat. Dzogchen is eigenlijk de Tibetaanse variant van wat in het Hindoestaans het Advaita is. Hè? Dus de non-duale essentie. Mm-hmm. En dat waren allemaal boeken om dat uit te leggen. En een klein beetje, bijvoorbeeld het boek Vrij van Gedachten gaat ook wel een beetje over mijn ervaringen. Met name dan met die spirituele leraar. Maar dit boek is eigenlijk vooral een boek waar verhalen in staan. Ja. En dat zijn voor een deel gewoon verzonnen verhalen, maar wel over spirituele ontwikkeling. Ja. En soms moeilijk herkenbaar ook. Want ik zag op een gegeven moment ook dat ik, voordat ik in aanraking kwam met spiritualiteit, al dingen mee hebt gemaakt in mijn leven die ik toen helemaal niet heb herkend als een soort vooraankondiging van spirituele groei, maar die je achteraf wel als zodanig kunt herkennen. Ja. Dus die verhalen heb ik ook opgeschreven, sommige in de vorm van een soort fictioneel verhaal, andere gewoon als van toen en toen heb ik dat en dat en dat meegemaakt. En daartussen staan dan hele korte teksten die als het ware een soort hele compacte beschrijving zijn van spirituele inzichten en ervaringen. Ja, mooi. Dus het is meer een boek wat gericht is op het mensen helpen ervaren, dan dat het zo gericht is op het snappen ervan. Daar zijn die andere boeken beter in. Dat is eerst snappen voordat je gaat oefenen. Dit boek is meer, als je dit leest, is veel directer, veel indringender, denk ik. Ja, ik vond het wel grappig, want deze podcast is puur mijn eigen zelfhulptherapie. Inclusief de gasten. 3 jaar geleden toen je hier was, toen had ik net een relatie met Marieke. Drie of vier jaar geleden. Ja. En nu hebben we een dochter. Ja. En er stond een verhaaltje in jouw boek over een jongetje dat wordt gesnapt. Hij is nog steeds op. Een vader zegt dat hij naar boven moet. Ja. En je beschrijft toch mooi hoe hij alleen de trap oploopt naar zijn ijskoude kamertje. Ja. Zo van, en beneden hoort hij het gezellig geluid. Het is niet gezellig. Hij voelt zich afgewezen. Terwijl papa waarschijnlijk gewoon denkt, ja, je moet gewoon naar bed. Mm-hmm. Ja. En ik, vanochtend hadden wij, mijn dochter is nu over een week wordt ze 2 jaar oud. Ze komt nu een beetje in de fase dat gaat ze planken als ze de zin niet krijgt, weet je wel. Gaat ze helemaal stijf worden, gaat ze op de grond liggen. Ja, 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 ja. Vanochtend wilde ze naar de koeien toe, maar er moest gewoon eerst gegeten worden. We ontbijten gewoon eerst, weet je. En ze is dat nu helemaal aan het testen. En toen zat ik er ook naar te kijken. Ik denk, ja, ik ben het gewoon waar je bij staat, ben je het aan het verkloten. Er gebeurt daar iets in dat hoofdje. Wat dat zelfbeeld aan het creëren is. Absoluut, ja. En daar draag je aan bij. Ja. Ja, en het mooie is nu dat als je de spirituele visie echt onderzoekt, er is eerst natuurlijk eerst ben je spiritueel, zeg maar, bezig. En dan krijg je door hoe je als ouder bijdraagt aan het lijden van je kinderen, ook als ze groot zijn. Ja? Mm-hmm. Dus je draagt bij aan hun zelfbeeld en je draagt bij ook aan de pijnlijke aspecten van dat zelfbeeld. Ja. Ja? Vanuit je eigen pijnlijke jeugd. Ja, alle dingen die je als zelf als kind hebt meegemaakt en hebt aangeleerd in je ego, geef je op een of andere manier door ook aan je eigen kinderen. Ja. En in het begin krijg je, als je dat doorkrijgt, heb je de neiging om jezelf erover af te wijzen en heel erg verkrampt te gaan proberen om te voorkomen dat jouw kind zich afgewezen gaat voelen. Schuldig. Maar dat krijg je heel gauw door, dat kind natuurlijk onmiddellijk daar misbruik van gaat maken. Want dan ga je in feite de nice guy spelen tegenover je kinderen. Nou, dat is funest, dan word je gewoon afgemaakt. Ja. En als ze nog iets ouder zijn, dan wordt dat nog wat erger. Dus nee, je moet bijdragen aan het lijden van je kinderen. En als je ziet dat dat jouw taak is in deze wereld. Het is niet alleen maar kinderen krijgen en zorgen dat ze kleren hebben en een opleiding krijgen en een dak boven hun hoofd. Nee, je zorgt ook voor een ego waar het lijden al ingebakken zit. Dat is een soort van samsarisch corvée. Daar moet je gewoon aan bijdragen. Je kan niet eraan bijdragen. En als je probeert het niet te doen, maak je het erger. Ja. Ja. Dus als je dat nou ziet, als je ziet als ouders, draag je bij aan het toekomstige lijden van je kind. Ook voor een deel aan het toekomstige geluk van je kind. Ja, het is niet alleen maar kommer en kwel, maar je kan niet voorkomen. Ouders willen alleen maar geluk voor hun kinderen. En als je dat te veel ook geloof dat jouw taak is, dan creëer je heel veel extra ellende voor jezelf en je kind. Ja. Want dan leer je dat kind dat het alleen maar gelukkig mag zijn.
En zodra het even ongelukkig is, dan ga je jezelf schuldig voelen. En soms verwijt je dan het kind ook nog eens dat het jou schuldig laat voelen. Ja. Ja, hele nare dingen. Dus je kan als ouders maar het beste gewoon aanvaarden dat je hier een soort voor een deel een nare taak hebt. Ja. Namelijk het lijden veroorzaken van het toekomstige lijden van je kind veroorzaken. Ja. Ja, en dat toekomstige lijden krijgt natuurlijk een functie binnen de spirituele visie. Dus als je eenmaal zelf die spirituele visie echt hebt eigen gemaakt, dan zie je ook dat het lijden wat je eventueel aan je kind meegeeft, waar het in de toekomst dus mee zal moeten dealen, tegelijkertijd de toegang is tot spirituele groei. Ja. Dus dan wordt lijden ook niet meer een soort verwerpelijke pech die je moet zien te voorkomen, kost wat kost in jezelf en in je kinderen. Ja. Dan wordt lijden gewoon een onderdeel van spirituele groei. Je kunt lijden gaan waarderen zelfs. Ja. Ja. En je noemde het al, hè? Op het moment dat ze dan wat ouder worden, dan draag je er ook nog aan bij. Ik heb zelf wel eens wat familieopstellingen gedaan. En wat mij heel goed heeft geholpen, ik weet niet of het dan voor de rest van de familie heeft geholpen. Is dat iets waar je bekend mee bent en support je dat gedachtegoed? Ik ken er niet zoveel van. Ik heb erover gelezen uiteraard. Ik vind het heel mooi en een beetje geheimzinnig. Hè, van hoe kan dat nou werken? Hè? Dat je mensen op een bepaalde plek zet en dat dan toch een soort energetisch soort wisselwerking ontstaat, maar ik vind het wel prachtig. Ik heb nog steeds ergens in mijn achterhoofd van Jan, je moet dat een keer gaan doen. Ja. Gewoon, alleen komt er telkens niet van. Ja, ja. Heb jij zelf in de opvoeding, want je hebt zelf ook één zoon, hè? Of niet? Of heb je meerdere? Ik heb twee zonen en twee dochters. Ah, twee, ja. Oké. Ja. En als je nu terugkijkt op het vaderschap, waar heb je het heel goed in gedaan en waar heb je het niet goed in gedaan voor jezelf? Nou, Toen mijn kinderen klein waren, was ik zelf totaal nog niet ontwikkeld, nog psychologisch ontwikkeld, nog spiritueel. Mm. Dus ik was best wel een tamelijk gevoelsgedissocieerde soort van vader. Nice guy ook. Dus een nice guy uitte zich erin dat ik nooit tegen mijn kinderen zei, dat moet omdat ik het zeg, omdat ik het wil. Mijn vader was autoritair. Mm-hmm. Ik wou dus vooral niet autoritair zijn. Maar onder de oppervlakte vond ik wel dat ik het beste wist hoe zij zich moesten gedragen. En dan moesten ze dan wel gehoorzamen ook. Dus bij ons thuis werd er heel veel beredeneerd. En met logica probeerde ik hun dan klem te zetten, zodat ze toch zouden doen wat ik het beste vond. Ah, okay. En daarnaast was ik in die tijd ook verslaafd en zo. En emotioneel moeilijk te bereiken, denk ik. Dus dat zijn er wel dingen waar ze ook natuurlijk, ik kan wel zien waar zeg maar mijn bijdrage aan hun huidige, zeg maar, ego. Ja. Hoe dat gebeurd is. Ik heb nu zelf een beetje de luxe omstandigheid dat ik ze nu een klein beetje kan helpen met de narigheid die ik zelf 20 jaar geleden, 30 jaar geleden veroorzaakt heb bij hun. En natuurlijk, mijn toenmalige partner was ook niet helemaal, zeg maar, verlicht. En dus hebben we samen ook wat bijgedragen aan het aan de neuroses van onze kinderen. Maar, maar tegelijkertijd, ze zijn allemaal best wel goed terechtgekomen en het zijn eigenlijk mijn beste vrienden op dit mooi moment. Ja. Ja, dus ze komen voor relatieadvies bij jou? Ik weet niet voor. Oh ja, dat wel. Ja, ja, zeker. Mijn oudste zoon is helemaal niet spiritueel bezig, behalve als hij in een relatiecrisis zit. Dan belt hij en dan leg ik hem alles uit nog een keer en dan dan merk ik wel dat hij daar wel een zekere troost aan ontleent. Ja. Maar als het dan weer voorbij is, dan is het ook wel weer voorbij. Dan is hij weer gewoon helemaal zeg maar, met zijn leuke bezigheden bezig. Herken je dit ook? Dat het lijkt wel een soort van natuurlijk iets dat kinderen zich een beetje tegen hetgene gaan werpen waar de ouders zich mee bezighouden. Dus jij bent spiritueel bezig. En is het dan een soort van automatisch, wat je net zei, jouw vader was heel autoritair. En jij wilde niet. Is dat een soort van Ik denk dat kinderen zich afzetten tegen hun ouders, dat heel gezond is. Hè? Ik bedoel, dat zie je sowieso in die leeftijd vanaf 2 tot 4, 5 jaar. Dat kinderen heel erg in de nee-periode zitten. En heel erg, weet je wel, een soort van in gevecht aangaan tegen dat gezag en zo. Hè? Ja. Dus dat hoort er allemaal bij, denk ik. En als je daar dan als ouders een beetje vriendelijk mee kunt omgaan, dan natuurlijk dan. Hè, dus er is wel een verschil tussen de mate van neurose wat je als ouders aan je kinderen meegeeft. Als je wat vriendelijker bent voor jezelf, ben je ook wat vriendelijker voor je kinderen. Ik denk wel dat ouders een verschil kunnen maken voor hun kinderen. Ja. Maar niet in de zin van dat ze kunnen voorkomen dat een kind een ego aanleert. Dat kan niet. En dat ze kunnen voorkomen dat het kind ook
zeg maar, zelfafwijzende aspecten heeft in zijn zelfbeeld. Dat kan je niet voorkomen. Ja. Maar het maakt natuurlijk heel wat uit of je als ouder zelf de hele dag bang loopt te zijn, of de hele dag alles onder controle loopt te houden en heel erg afwijzend bent tegen je kinderen, of je bent als ouders enigszins goed in je vel en je kan conflicten met je kinderen kan je hebben zonder hun al te veel te veroordelen en zo. Dat maakt een groot verschil natuurlijk. Dus het verschil zit hem niet in dat het ene kind dan spiritueler zou zijn dan het andere, maar het zou een stabieler ego kunnen hebben. Dus als we het ego definiëren als het vermogen van een mens om op een zinvolle manier liefde en erkenning van anderen te krijgen om zijn eigen zelfafwijzing toe te dekken. Sommige mensen slagen daar heel goed in. Dat zijn de stabiele, gezonde ego's. Andere mensen slagen daar minder in, zijn banger om relaties aan te gaan, hechten zich op een onveilige manier aan mensen, hebben veel verwijt en veel veroordelingen naar hun omgeving, voelen vaak angst, weet je wel. Dat komt natuurlijk ook uit de omgang met de ouders en andere opvoeders. Dus het is niet zo dat het allemaal niks uitmaakt wat je doet als ouders. Het enige wat ik zeg is, je kan niet voorkomen dat kinderen een zelfbeeld aanleren waarin ook zelfafwijzing zit. Ja, dat hoort erbij. Het hoort erbij. Dat is de weg inderdaad. Hey, en als we nu kijken naar ouders en opvoeding. Als ik om me heen kijk, dan zie ik sommige ouders waarvan ik denk van ja, je bent zo'n ontzettende lijdensweg voor jezelf aan het creëren. Door de manier hoe dat je eigenlijk aan het opvoeden bent. En dan heeft het eigenlijk voornamelijk mee te maken met hoe dat je zelf doet. En nu zitten we bijvoorbeeld in het coronatijdperk crisis, waarin we meer met elkaar thuis zitten. Kinderen mogen niet naar school. En kinderen zeggen niet zoveel, maar ze zien alles. Mm-hmm. En ik ben er toch heel erg van mening dat hoe je nu laat zien als ouder zijn, hoe dat je bent, hoe je met bepaalde dingen omgaat, dat kan zo'n ontzettende stempel drukken op wat het kindje gaat geloven. Herken je dat in tijden van... ik weet eigenlijk niet, heb jij in jouw generatie een crisis zoals deze meegemaakt, waarbij er een soort van nationale stress hing van hey, er gebeurt van alles? Een klein beetje had je in de jaren 70 die crisis van de kruisraketten. Hè? Oh ja. Dat toch wel een soort, zeg maar, ook een beetje een soort massale psychose ontstond, net als nu. En dat was toen vooral dus de angst voor een kernoorlog. Ja. Dat, ik kan me herinneren dat ik toen wel eens droomde ook van een atoomexplosie. Ja. Dat, hè? Dus, en dat bracht toen heel veel mensen de straat op. Dat het, zeg maar, op praktisch niveau veel invloed had op het leven? Nee, dat kan je niet zeggen. Ja. Dat, in dat opzicht was bijvoorbeeld de Autoloze Zondag, dat was dan wel een momentje waarop je dan een soort van, hé, dat was wel even heel erg raar, maar dat was dan één dag in de week. En waar ik woonde kon je dat ook nog ontduiken. Weet je wel, wij gingen dan stiekem natuurlijk juist met de auto in een eindje rijden. Ja. Mooi. Maar goed, nu die crisis, mensen zijn bij elkaar. Hè, en vooral dus dat ouders en kinderen nu een beetje soort van bij elkaar opgesloten worden. Ja. Is natuurlijk een situatie, zeg maar, die zowel positieve als negatieve dingen kan versterken. Dus als er in een gezin al, zeg maar, spanningen heersen en ouders eigenlijk al wat moeite hebben met hun kinderen, maar ze redden zich net omdat die kinderen, godzijdank, 8 uur per dag weg zijn en daar in de handen van bekwame leerkrachten zijn. En, of onbekwaam. Of onbekwaam natuurlijk, maar laten we even ervan uitgaan dat ze het op school naar hun zin hebben. Ja. En dan kunnen ze die paar uur thuis, dat het dan wat, weet je wel, kunnen ze dan net hebben. En als ze dan de hele dagen nu thuis zijn, afijn, dat is wel een zorg die ook wel gedeeld wordt door professionals. Hè? Dat kinderen in, zeg maar, in problematische gezinnen nu een hele moeilijke tijd hebben. Overigens, en de ouders uiteraard ook. Ja. En dat daar dus meer spanningen gaan ontstaan, meer huiselijk geweld ook eventueel. Dat is onvermijdelijk natuurlijk. Ja, dus eigenlijk is dit een... deze hele coronacrisis lijkt erop dat alles wat je normaal van binnen voelt, wordt nu nog eventjes extra getest en extra versterkt. Ja, dat is wat een crisis altijd doet. Hè? Dus een crisis vanuit spiritueel oogpunt is een crisis altijd een gelegenheid voor nieuwe ontwikkelingen. Mm-hmm. En dat zie je ook wel een beetje bij deze coronacrisis. De mensen worden zich bewust van bepaalde gewoontes die misschien helemaal niet zo bijdragen aan geluk in de wereld. Ik noem bijvoorbeeld één ding wat nu de laatste weken duidelijk wordt, is dat bijvoorbeeld de gebruikelijke manier waarop ons zorgsysteem werkt ten opzichte van oudere mensen is dat we kost wat kost proberen ze zo lang mogelijk in leven te houden. Ja.
vaak ten koste van een enorm groot deel van de kwaliteit van hun leven. Dus oudere mensen die echt gewoon van de ene dokter naar de andere lopen, loodzware medicatie hebben, verschrikkelijk ingrijpende operaties ondergaan om dat moment van sterven nog maar een half jaar of een jaar of hopelijk misschien een paar jaar voor zich uit te schuiven. En eigenlijk niet eens doorhebben dat hun angst om dood te gaan in feite de oorzaak is voor heel veel extra ellende. Ja. En nu dus dat hele, zeg maar, de intensive care problematiek, mm-hmm. die zeg maar heel erg op de voorgrond komt te staan, alsof dat het eigenlijke probleem is. We kunnen straks niet al die oude mensen meer in leven houden. Dat nu, van de week zag ik voor het eerst een medisch specialist, geriater, iemand is die met oudere mensen werkt, zeggen van misschien moeten we wel wat meer gaan nadenken over wat is belangrijker, een kwalitatief goed levenseinde of zo lang mogelijk uitstellen. Ja. Ja, nu, dat is natuurlijk vanuit de spirituele visie, is dat gewoon gesneden koek. Dat hele idee dat je moet proberen zo lang mogelijk te leven, dat is het ego. En voor het ego is doodgaan een soort einde verhaal. Weet je wel, een soort van dat moet je kost wat kost zo lang mogelijk voorkomen. Want als dat eenmaal gebeurt, dan ben je niks meer of zo. Ja. Terwijl natuurlijk vanuit de spirituele visie duidelijk is dat we gewoon in feite niks weten over wat dood zijn eigenlijk is. En erkennen dat je niks weet is een spiritueel soort van vooruitgang ten opzichte van geloven dat bepaalde opvattingen die je hebt de waarheid zijn. Ja. Ja, dus dat zou een ontwikkeling kunnen zijn waarbij mensen wat meer zich gaan richten op een kwalitatief goed levenseinde periode in plaats van het zo lang mogelijk rekken van het zo lang mogelijk voor je uitschuiven. Ja. En dat zou indirect mensen in contact kunnen brengen met een spirituele visie over wat doodgaan en dood zijn dan eigenlijk is. Ja. En dat is een hele andere visie dan wat in onze, zeg maar, wetenschappelijk georiënteerde samenleving, zeg maar, de boventoon voert. De heersende opvatting in onze cultuur is dat dood is iets wat je zo lang mogelijk moet uitstellen. Ja. Ja, ik werd er laatst even zelf aan blootgesteld, indirect, omdat mijn tante, die is een paar weken geleden overleden aan kanker na een ziektebed van 5 jaar. En die kreeg op een gegeven moment te horen, nou, je hebt nog gewoon maximaal zoveel maanden. En overleden. En toen, die heeft inderdaad mijn moeder verteld van ja, dat ze eigenlijk al vrede mee had. En dat vond ik wel heel bijzonder. Ja, dat is toch wel, als je dan, ja, als je het helemaal weet dat het komt, dan moet je het wel accepteren. Ja. Ik weet niet of er wel is. Ja, misschien zijn er ook wel mensen die het gewoon echt niet willen accepteren. Die zijn er ook, ja. Maar ik denk inderdaad dat moment waarop duidelijk is dat die neiging die we dus allemaal hebben vanuit onze cultuur en ook vanuit het ego zelf, van zo lang mogelijk proberen te rekken. Mm-hmm. Op het moment dat de arts zegt, nou hebben we alles geprobeerd, er is niks meer, weet je wel. Je hebt nog een paar maanden en that's it, weet je wel. Dat voor sommige mensen er een soort rust neerdaalt. Een soort van, oké, dan kan ik dus nu gewoon ontspannen. Ja. Er valt niks meer te redden, ja, dat soort dingen. Dat kan voor sommige mensen een bevrijding zijn. En dat zijn dan ook de mensen die, als je die laatste maanden meemaakt, die dan ineens heel inspirerend worden voor hun omgeving. Ja. Ik heb die ook meegemaakt. Ik heb daar ook in dat boek over geschreven, hè, mijn ervaring in een hospice. Hè, mm-hmm. Een tijdje vrijwilligerswerk gedaan. En daar zie je dus ook dat mensen, sommige mensen dus op zo'n inspirerende manier hun laatste maanden doorbrengen. En andere mensen brengen die laatste maanden door zoals ze ook de rest van hun leven doorgebracht hebben, namelijk weglopen van zichzelf. Ja. Ja, dus sommige mensen waren de hele dag tv aan het kijken en aan het eten voor zover, weet je, want ze hoefden geen rekening meer te houden met hun lijn en dat soort dingen. Wow. Dus dat was alleen maar snoepen en eten de hele dag en tv kijken. Ja. En vooral niet nadenken over en ook niet praten over, weet je wel, wat er mogelijk zou kunnen gaan gebeuren als je doodgaat en zo. Ja. Dus en dat is echt, iedereen mag natuurlijk sterven zoals die geleefd heeft. Ja. Maar je ziet dus daar het verschil. Voor sommige mensen ontstaat ineens die ruimte naar aanvaarding, naar overgeven aan wat is werkelijk. Werkelijkheid is, je gaat dood. Weet je wel? Allemaal, wij allemaal. Je weet alleen niet wanneer. Ja, maar waarom dat ontkennen? Ja. Ja, dat is natuurlijk, ego wil gewoon ontkennen. Ja. Ja, dus jij zegt, denk jij dan ook dat, word jij dan zelf ook niet helemaal gek van de ik weet niet of je überhaupt het nieuws een beetje volgt, of dat je de cijfers voorbij ziet komen, dan wordt er weer gezegd, oké, er zijn zoveel mensen vandaag overleden, maar er is helemaal niet duidelijk hoeveel mensen dat er
sowieso wel zouden overlijden. Of wat er normaal per dag in Nederland sterft. En, ja. Het lijkt bijna wel dat als ik naar het nieuws kijk nu. En ik ook open nu gewoon een willekeurige pagina nu.nl. Dan kijk ik ernaar en dan doet het iets met mijn energie. Ja, nee, dat heb ik ook herkend. Ik kijk inderdaad ook naar het journaal en ik lees de krant. En ik heb ook op een bepaald moment constateerde ik dat na het kijken vooral van het journaal, krantlezen, kan je nog een beetje selectiever kiezen wat je dan wel en wat je niet wil lezen. Maar het journaal kijk je dus uit. En daar zit inderdaad die sfeer en die beetje die rampverslaggevingssfeer zit daarin. Hè? Ja. De verslaggever staat dan buiten voor het ziekenhuis en, jawel, en weer zoveel meer doden en dat soort dingen. En dat heeft dus inderdaad die sfeer van er voltrekt zich een soort doemscenario. Ja. En daar kun je dus door gepakt worden. Het viel mij op ook dat, hoewel ik zelf daar een hele andere kijk op heb en heel laconiek daarover ben, kon ik toch na het kijken van zo'n journaaluitzending, kon ik ook dat gevoel herkennen van een soort bevangen worden door een soort somberheid en een soort dreiging. Ja. En dan natuurlijk door de spirituele beoefening is er tegelijkertijd iets wat daarna kijkt en zegt van, hey, ik voel nou angst en dreiging. Hoe kan dat nou, weet je wel? Dat is dus een soort van besmettelijkheid van de angst voor besmetting. Ja. Ja, die angst is het meest besmettelijke wat er is. Hè? Zodra je in contact bent met mensen. Ik ben aan het klussen thuis en ik had ineens hout nodig. Ik ben dat gaan halen in een houtfirma bij mij in de buurt. Even gebeld van tevoren, van kan je dat en dat klaarzetten en zo. Was allemaal in orde. En ik kwam daar in zo'n loods. En daar stonden nog iets van 10, 15 andere mensen te wachten op het afhalen van hun bestelling. En daar hing dus ook een beetje zo'n dreigende sfeer van, kom niet te dichtbij. En wie is er aan de beurt? En dat soort dingen. En met zo'n gevoel van, zo snel mogelijk hier wegkomen, weet je wel. Hier heerst de dood, of zo, weet je wel. En dat is dus een soort van massahysterie. Ja. Waar je dan, hoe nuchter je zelf ook bent, je kan dat niet helemaal niet voelen. Kan alleen als spirituele beoefenaar, kan je op het moment dat je het voelt, kan je het tegelijkertijd herkennen met een soort van, jeetje, wat werkt dit sterk, weet je wel? Wat is de geest toch besmettelijk voor wat andere geesten om hem heen denken en voelen? Ja. En als je dat dan eenmaal ziet, dan kan je natuurlijk jezelf ook weer bevrijden van de beknelling daarvan. Ja. Dan herken je het gewoon als, oh, het is mijn ego-mind die hier meedoet met een soort angstgolf. Ja. Ik vind het zelf fascinerend over wat je net ook zei. En dat in het ziekenhuis, dat dan of in een hospice, dan een keer krijgt iemand het nieuws van zo'n meneer in een witte jas. Want die heeft de kennis en de status. En dan eigenlijk het advies wat die man geeft. Joh, je hebt nog een half jaar te leven. Ik heb dat onlangs ook teruggelezen in een aantal boeken. Waarin letterlijk werd ook gemeten als men zei van, joh Jan, je hebt nog een half jaar. Over een half jaar dan viel je gewoon neer. Alsof je er zelf helemaal naartoe werkt. En daar zit ook een soort van placebo-effect achter. Van oké, de wijze dokter geeft nu aan, ik heb nog zo lang te leven. En het lijkt nu ook wel met een minister-president die daar dan het volk toespreekt. Iedereen kijkt ernaar en het beangstigt me ook wel ergens een beetje. Dan zien we toch eigenlijk wel wat voor schapen dat we als bevolking kunnen zijn. Mm-hmm. Door ja en amen te zeggen. En nog erger om samen met z'n allen daarover te gaan kletsen en onze eigen versies ervan te maken. En dan merk je inderdaad dat dan hangt er gewoon een gifwolk van angst door Nederland. Mm-hmm. Ja, dus de coronacrisis is in de eerste plaats een angstcrisis, denk ik. Hè? Een soort collectieve soort angst. Maar ja, tegelijkertijd, nogmaals, ik vind het ook prachtig wat er gebeurt. Ik heb dus daar niet echt een oordeel over. Ik vind op zich de maatregelen die nu getroffen worden begrijpelijk. Mm-hmm. Ik weet niet of ik het helemaal rationeel vind. Voor een deel is het natuurlijk toch ook politiek. Maar dan vind ik toch dat onze regering zich in verhouding tot wat er in andere landen om ons heen gebeurt, zich nog steeds redelijk terughoudend terugstelt. En in dat opzicht vind ik onze minister-president eigenlijk toch wel echt een voorbeeld van iemand die gewoon blijft doen. Ja. En die gewoon die basiswaarden van onze democratische samenleving zo lang mogelijk probeert te respecteren. Ja. En zo lang mogelijk probeert om op mensen hun eigen verantwoordelijkheid te wijzen. Ja. Dus ik vind dat eigenlijk wel goed. Het hele probleem ontstaat natuurlijk door de dreigende sfeer die daardoor ontstaat. En die mensen dan als beschouwen als een persoonlijke dreiging. Ja.
wat we hier zien is natuurlijk een onwetendheid over wat statistiek nou eigenlijk is. Mm-hmm. En als je kijkt naar de kans die elk individu in Nederland heeft om dood te gaan aan corona, die is aanzienlijk kleiner dan de kans die je loopt om dood te gaan door een auto-ongeluk. Maar dat laatste is volledig al, zeg maar, geïntegreerd in ons bewustzijn. Wij rijden gewoon van A naar B, wetende weliswaar dat dat fout kan lopen, maar het zal mij niet overkomen. Ja, dus daar voelen we ons redelijk veilig in. En dit is het verschil tussen statistiek op individueel niveau en statistiek op niveau van grote aantallen. Dus voor het individu is op elk moment de kans dat je, zeg maar, doodgaat aan corona, stel, is bijvoorbeeld 1 op de 100.000, is echt een hele lage kans. Maar voor 17 miljoen mensen, mm-hmm, is 1 op de 100.000 is 170.000. Ja. Ja? Dus de overheid zegt, wij willen niet binnen een paar weken 170.000 doden hebben, want dat kan ons systeem niet aan. Ja. Dus het is een hele wijze beslissing, denk ik, om de mensen dan wat meer afstand te laten houden, om te voorkomen dat die bulk, als het ware, ineens zich manifesteert. Ja. Tegelijkertijd gaan we daarin misschien wel iets te ver. In de zin van, wat je nu ziet is dat heel veel mensen die normale, zeg maar, buiten corona om medische problemen hebben, die worden eigenlijk toch vaak aan hun lot overgelaten. Ja. En daar gaan ook heel veel mensen door doodgaan die anders misschien niet waren doodgegaan. Ja. Dus dat hele idee van, er gaan zoveel mensen dood, dat is tegelijkertijd, het is aan de ene kant terecht dat we proberen ons ziekenhuissysteem te beschermen tegen die piek. Maar tegelijkertijd, anders gingen ze ook dood. Het is het is een beetje cru om te zeggen, maar het is een soort van, wij proberen inderdaad de dood uit te stellen. Maar eigenlijk wordt de natuurlijke selectie nu gewoon eventjes in zijn versnelling gezet. Ja. Dat zou je kunnen zeggen, ja. En je zou, zonder cynisch te worden, zou je kunnen zeggen, het zal een deel van het pensioenprobleem op kunnen lossen. Dat weet je wel, dat het pensioengat en de vergrijzing en, maar ik zie het dan vooral toch op het gebied van, zeg maar, het individuele geluk van mensen. Dat zou hierdoor kunnen toenemen als mensen gaan zien dat je gelukkiger bent als je niet kost wat kost je leven zo lang mogelijk probeert te rekken. Ja. En je als het ware wat meer gaat verdiepen in wat is nou eigenlijk doodgaan en wat is dood zijn nou eigenlijk precies. Hoe kun je dat onderzoeken? Ja. En dat leidt natuurlijk weer terug naar het belangrijkste spirituele beoefening. En dat is onderzoek nou eens eigenlijk wie je werkelijk bent. Ja. Ben je eigenlijk dit lichaam? Ben je dit levensverhaal? Weet je wel? Ben je deze persoon, deze man en vrouw, weet je wel, deze vader of moeder of deze, weet je wel, leraar of cursist of wat dan ook? Ben je dat werkelijk? Of zijn dat allemaal rollen die je speelt, maskers die je hebt in deze wereld? En wat zit daarachter? Wie ben je werkelijk? Ja. Als je dat eenmaal begint te vinden, hè, dus als je als het ware de zoeker naar wie je werkelijk bent zichzelf begint te vinden, dan verdwijnt ook elke zorg over doodgaan. Ja, want de grote angsten zijn ook een hele hoop mensen die natuurlijk nu naar de antidepressiva grijpen en andere middelen om zichzelf te verdoven, of alcohol of wat dan ook, of Netflix of eten. Denk je dat zo'n coronacrisis als deze, zo'n pandemie, dat drukt op allerlei angsten bij mensen? Maar is die allerdiepste angst, is dat altijd de angst voor de dood? Ja, ik denk het wel. Ja, angst voor dood, angst voor identiteitsverlies. En dan hangen daar natuurlijk heel veel soort van subangsten aan vast. Angst om geen geld meer te hebben, angst om controle te verliezen, angst om vrijheid te verliezen. En dat zijn allemaal, zeg maar, niet zozeer dat je kunt zeggen, het zijn geen reële angsten. Ze zijn op een bepaald niveau, zijn ze reëel. Ja. Je kan je geld kwijtraken. Heel veel mensen raken nu hun geld kwijt en hun inkomen en dat soort dingen. En dat is beangstigend voor het ego. En de spirituele beoefenaar is niet iemand die soort van, ik heb nergens last van, weet je wel. Nee, die zal ook ervaren van, shit, weet je wel, dat wordt een dobber om, weet je wel, en hoe ga ik dit redden met geld en met weet ik veel wat allemaal. Dus dat hoort er gewoon bij. Alleen de spirituele beoefenaar herkent een soort ruimte eromheen. Een soort lichtheid eromheen. Mm-hmm. Zodat je en je zorgen kunt maken of je over 3 maanden nog wel, weet je wel, je bedrijfje nog wel loopt of je baan nog wel hebt. En tegelijkertijd iets kunt blijven hebben van, en dan zien we wel weer. Ja. Dat kan naast elkaar bestaan. Je ego kan zich zorgen maken, terwijl jij
wie je werkelijk bent, daarna kan kijken met een soort van, ach, wat schattig, kijk hem nou eens bang zijn om zijn geld kwijt te raken. Ja. Ja. Ik denk dat we over 2 jaar terugkijken op deze periode en dat we denken, wat hebben we daar in hemelsnaam met z'n allen gedaan? Met alle, begrijp me niet verkeerd, mensen, als je dit nu hoort. Ik ben het met je eens over de maatregelen. Iedereen onderneemt actie, dus het zou gek zijn als Nederland niet doet. Dus er zit ook een hoop politiek stuk achter. Ik ben het ook met je eens dat het zou heel onverstandig zijn om in één keer zo'n piek van doden te hebben in Nederland. Maar ik denk wel dat we over 2 jaar terugkijken en dat we hier een hele hoop van leren. En dat we denken van ja, dit was echt een hele hoop ervan, was niet nodig en was massa-hysterie. Ja, het zou kunnen. Dat zou dan op zich al een heel mooi resultaat zijn natuurlijk. Ja, ja. Sommige mensen praten ook wel van een soort omslag van bewustzijn wereldwijd. Er zijn ook heel veel theorieën over waarom het coronavirus er is. Sommigen zeggen het is een natuurlijk virus. Sommigen zeggen het is bewust gedaan. Sommigen zeggen dat het... er zijn allerlei theorieën over te bedenken. Ik zal er verder niet in detail op ingaan nu. Maar denk jij dat er een soort... Ja, hoe zou je dat zeggen? Een soort bewustzijnsomslag gecreëerd wordt door de natuur? Door dit soort dingen? Nou, als je dan de natuur bedoelt, alsof daar een soort bewust soort iets als het ware denkt van oké, die mensen maken het nou al erg bont, we gaan ze even een virusje geven, zodat ze even weer wat inbinden. Daar heb ik helemaal geen last van dat soort verhalen. Dat er als het ware een soort van een bewust soort sturend soort persoonlijkheid zou zijn, net zo min als er een soort persoonlijk sturende god zou zijn, die dit zou doen. En de natuur of Gaia, dat zijn natuurlijk allemaal projecties van identiteiten. Hè? Dus dat is wat het ego doet. Het ego kent een identiteit toe aan dingen die het niet begrijpt. Tegelijkertijd ben ik niet degene die het wel begrijpt. Alleen ik kan wat beter leven met het niet begrijpen ervan. Ja. Hoe die processen werken. En in het boeddhisme hebben ze daar prachtige soort van oplossingen voor, zeggen van alle processen zijn het resultaat van interdependence, hè, van onderling op elkaar inwerkende ontelbare factoren. Ja. Zo die vlinder in New York die bijdraagt aan een orkaan in India. Ja. Weet je wel? En dat soort dingen, dat is dan een beetje overdreven, maar wel dus dat alle gebeurtenissen werken op een of andere manier op elkaar in. En soms resulteert dat dan in een crisis daar of in een oorlog daar. En dan, weet je wel, en dat die ellende levert dan altijd ook weer een soort van groei van bewustzijn op, totdat er weer nieuwe ellende nodig is om weer opnieuw, zeg maar. Dus ellende en groei van bewustzijn hebben een relatie met elkaar. Ja. Je weet alleen nooit hoeveel ellende er nodig is voor een bepaalde groei van bewustzijn. Je zag bijvoorbeeld na de Tweede Wereldoorlog, dat was dus qua ellende nog wel een graadje of wat erger dan wat we nu meemaken. Ligt zag je een behoorlijke opleving van een soort besef dat we eigenlijk allemaal gelijk zijn. Hè? Ja. Dus toen zijn ook die de universele rechten van de mens geformuleerd. Dat heel veel naties zich er nog niet aan houden is natuurlijk duidelijk, maar ze zijn er wel al. Ja. Daarvoor waren ze er niet. Daarvoor kon je echt menen dat je als Nederlander beter was dan je Belgische en Duitse buren. Ja, dus dat is al een beetje, dan zie je heel langzaam, weet je wel. En dan na zo'n crisis ontstaat er iets van. Dus na deze crisis zal er misschien ook weer iets van een soort van ruimer bewustzijn zijn. Misschien ten aanzien van dat verlengen van je leven kost wat kost. Of misschien ten aanzien van internationale samenwerking, wat nu tijdelijk, want iedereen ziet natuurlijk ook wel dat elk land nu probeert zijn eigen probleem op te lossen en dat daar ook nadelen aan zitten. En enfin, er zijn allerlei ontwikkelingen gaande. En welke kant het op gaat. Ik bedoel, crisis heeft altijd effect, zowel naar, zeg maar, het ontwikkelen van positief bewustzijn, maar ook het ontwikkelen van meer ellende. Dus ellende creëert meer ellende. Hè? Dus dat is afhankelijk van de manier waarop je met ellende dealt. Zo zie je bijvoorbeeld in Hongarije, zie je dat, zeg maar, die totalitaire machthebbers daar, Orbán heet die man geloof ik, die gebruikt dit natuurlijk om even nog wat steviger zijn dictatorschap te vestigen. Ja. Nu, dat is dus in zekere zin een negatieve ontwikkeling. Maar elke negatieve ontwikkeling levert de ellende op die bijdraagt aan de groei van het bewustzijn van die negatieve ontwikkeling. Ja. Dus je ziet nu ook in Hongarije al en ook in heel Europa zie je het bewustzijn toenemen dat daar dingen gebeuren die niet kunnen. Ja. Die zeg maar in strijd zijn met onze opvattingen over hoe een maatschappij zoveel mogelijk geluk creëert en zo min mogelijk lijden voor zijn deelnemers. Ja. Dus ik zie alleen maar gewoon mooie dingen gebeuren. Mooi, het mooie als je lijden niet meer verwerpt
als een soort van domme pech of slechtheid. Maar je ziet lijden zowel als het symptoom van versluiering van de geest, als tegelijkertijd het middel om die versluiering bewust te worden. Dan kan je niet meer echt boos zijn op lijden. Ja. Snap je? Dan kun je op menselijk niveau natuurlijk, doe je je best om zo min mogelijk lijden te veroorzaken. En mensen die lijden waar je mogelijkheden hebt, eventueel te helpen ook om hun lijden te verlichten. Dus dat blijft wel. En tegelijkertijd krijg je respect voor lijden. In plaats van dat idee wat toch de meeste mensen hebben van, dat is fout, weet je wel, oorlogen en dit soort crisissen als corona en dat soort dingen, ziek worden en zo, is fout, dat mag niet gebeuren, weet je wel. Ja. Dat idee, als je dat nou kan loslaten, weet je wel, dat zou zoveel bijdragen aan meer geluk in de wereld en minder ellende. Ja, nou, breng me op een volgende vraag. Ben jij veel bezig met wat we met z'n allen hier in de wereld aan het doen zijn, hoe het met de wereld gaat? Ik bedoel bijvoorbeeld opwarming van de aarde of dit soort dingen. Houdt dat jou heel erg bezig? Nee, niet echt. Ik bedoel, op ego-niveau wel. Mm-hmm. Dus ik ben een beetje bewust van, weet je wel, ik heb nu pas een warmtepomp en zonnepanelen. Okay, en dat soort dingen. Ik tegelijkertijd een beetje doe uit klimaatbewustzijn en een klein beetje ook omdat het gewoon best wel lekker is om je eigen stroom op te wekken en zo, weet je wel. Ja, voelt goed. Maar ik rijd ook in een oude diesel. En dat vind ik gewoon heerlijk. Ik ben zo gewend aan al helemaal leven diesels gereden. En dit is gewoon een heerlijke oude auto. En die ga ik niet wegdoen. En daar heb ik natuurlijk ook een verhaal bij. Van ja, als ik hem wegdoe, dan wordt hij gewoon verkocht aan het Oostblok. En dan blijft hij daar nog 5 jaar fijnstof produceren. Dus ik hou hem gewoon zelf. Ik maak hem op. Ik rij hem op. Hè. Dus ik heb zo mijn verhalen om te dealen met het klimaatprobleem. Ja. En Dus echt bezorgd kan ik me niet maken. Nee. Zelfs, kijk, ik bedoel, natuurlijk op een bepaald gewoon individueel niveau zou ik het heel naar vinden als er een soort echte catastrofe zou gebeuren, weet je wel. Een soort van zoiets als 60 miljoen jaar geleden bijvoorbeeld, toen die dinosaurussen uitgestorven zijn, omdat daar wel zoiets. Dat zou ik natuurlijk naar vinden. En dat je niet meer in je eigen huis kan wonen. En door Europa aan het zwerven bent om nog ergens wat eten te krijgen. Ik bedoel, we hebben allemaal die apocalyptische films gezien. En dan kan je denken, van, nou, dat hoop ik niet dat gaat gebeuren. Ja. Dat is natuurlijk het ene deel van het verhaal. En het andere deel van het verhaal, vanuit diezelfde visie, is dat je zegt van, oké, maar als dat gebeurt, what's the real problem? Dat is niet een echt probleem. Ja, ik bedoel, zelfs al zou deze hele mensheid zich ontwikkelen naar een soort van gigantische catastrofe, waardoor bijvoorbeeld 2/3 van de wereldbevolking zou worden geëlimineerd. Ik hoop niet dat het gebeurt, absoluut niet. Maar als het eenmaal gebeurt, dan kun je daar toch ook de positieve kant van zien. Dan ontstaat ineens weer een soort nieuw elan, weet je wel. Net zo goed als je in een relatiecrisis, je leven ligt helemaal op zijn gat, weet je wel. Je bent wanhopig, weet je wel. Alles is mislukt. Mm. Je vrouw loopt bij je weg, weet je wel. Je kinderen willen je niet meer zien. Je verliest je baan, weet je wel. Totale ellende, burn-out, corona, psychische problemen, weet je wel. Totaal aan de grond zitten, ja. 10 jaar later is het achter de rug en zie je hoeveel je hebt geleerd en hoe bevrijdend dat allemaal geweest is. Omdat je ermee hebt gedeeld op een manier psychologisch en spiritueel of wat dan ook. Ja, dus dat geldt voor elk niveau van crisis. Ja. Er is niet een soort absoluut soort ellende. Ja. Ellende is altijd iets wat ontstaat in de manier van kijken naar de werkelijkheid. Ja. Is dat ook meteen de tip die je zou geven aan mensen die nu thuis zitten en echt moeite hebben met deze situatie? Ja, de tip zou zijn, probeer om ten eerste vriendelijk te zijn voor het feit dat je het moeilijk hebt met deze situatie. Dat weet je wel, want het is gewoon een moeilijke situatie. Zeker als je ouders bent met kinderen thuis bijvoorbeeld. Mm-hmm. Of je bent alleenstaande, je woont alleen en de weinige contacten die je nog had, mag je nou niet meer zien. En je zit thuis te verpieteren in je eentje. Dat zijn lastige omstandigheden. Ja. Ja, en ik krijg natuurlijk vaak mailtjes met mensen van, heb je even een tip voor me? En mijn tip is dus altijd, begin maar met gewoon het moeilijk te mogen vinden. Ja. Blijf gewoon vriendelijk voor jezelf. Want anders dan ontstaat er
onmiddellijk een soort spiritueel correct soort stok om jezelf mee te slaan. Een soort van, oh, je zou dit aan moeten kunnen, weet je wel. Als je een spiritueel beoefenaar bent, dan heb je nergens last van en dan kun je in alles het positieve zien en zo. Nee, helemaal niet. Het mag moeilijk zijn. Dat is de spirituele visie. Je mag het moeilijk vinden. Ja, en als je het dan echt moeilijk mag vinden, dan ontstaat, als het ware vanuit de achterdeur, komt een soort ruimte binnen. Een soort ontspanning komt binnen. Maar zolang jij denkt, ik moet deze moeilijke gevoelens veranderen in een soort ruim, ontspannen gevoel, ben je nog steeds proberen je ervaring te veranderen in een andere ervaring. Ja. Ja? En dat is de oorzaak van al het lijden. Iets ervaren en het tegelijkertijd niet willen ervaren, dat is wat lijden is. Ja. Dus iets ervaren en zeggen, ik mag dit ervaren. Dit is gewoon een moeilijke situatie. Het is helemaal oké dat ik hier tegen de muren oploop of dat ik mijn kinderen achter het behang wil plakken. Dat mag. En in die vriendelijkheid ontstaat ruimte waarin je en vriendelijker bent voor jezelf als je alleen zit, maar ook vriendelijker bent voor je kinderen als ze je boel aan het afbreken zijn thuis uit verveling of zo. Weet je? Ja. Dat echt waar. De vriendelijkheid is, is het spirituele, zeg maar, is de spirituele beoefening. Ja. Vriendelijkheid voor wat er is. En wat er is, is dus ook inclusief hoe je je voelt. Ja, ah, interessant. Denk je dat de mensen die nu in deze crisis zitten en die daar zo'n last van hebben, ik noem het eventjes het angstvirus, die ervaren dat nu, dan is het best wel moeilijk om dat in dat moment, want dit is eigenlijk het moment dat ze jou bellen van, joh, Jan, heb je dan die tip? En dan vervolgens dan vertel je dit, maar ze voelen zich angstig. Ze kunnen dat nog niet direct doen. Zou je zeggen dat het werk er meer in zit dat op het moment als dit straks, want dit gaat over, dat is in ieder geval een geruststelling die we hebben, dit gaat over, dat in de tijd dat we weer naar buiten mogen en dat we weer onze dingen doen, dat we dan toch wel, dat je er wel naar gaat kijken dan. Want anders komt het volgende keer weer terug. En dat hoeft niet met een pandemie te zijn, maar dat kan met iets anders weer terugkomen. Maar dat hangt echt van het individu af. Sommige mensen zullen, zodra deze crisis voorbij is, onmiddellijk naar business as usual. Gewoon de oude zeg maar, stijl van leven gewoon weer zo snel mogelijk oppakken. Ja. En andere mensen zullen niet alleen na afloop, maar ook al tijdens, natuurlijk zich vooral tijdens misschien wel afvragen, Oké, ik ben dus bang, maar wat is er eigenlijk, weet je wel? Wie is bang en waar ben ik dan precies bang voor? Ja. En dat gaan onderzoeken. En daar dan ook dus eerst die vriendelijkheid voor ontwikkelen. Het mag, weet je wel. En dan vervolgens gaan kijken, maar wat maakt dan eigenlijk die angst? Wat maakt mij angstig? Ja. En als je dat dan kunt herkennen, of vanuit die absolute beoefening, en namelijk dat je gewoon ziet, het is een gevoel en ik ben dat gevoel niet. Maar je kunt ook op een relatief niveau zeggen van, mijn angst zijn vooral mijn gedachtes die mij angst bezorgen. Ja. Ja, dus dat is al een soort inzicht als je zegt van, nee, het is niet het virus wat mij bang maakt. Het zijn de gedachtes die ik heb en die gevoed worden door journaaluitzendingen en krantenartikelen en allerlei nepnieuws uiteraard ook. En hoe mijn vrienden erop reageren, dat allemaal voedt mijn verhaal, mijn gedachtes. En die maken mij angstig of bekneld of daardoor voel ik me bedreigd. Ja. Dus als je ziet dat het je mind is, het verhaal wat jou zeg maar beknelt, dan kun je ook een ander verhaal gaan zoeken. Mm-hmm. En dat andere verhaal, dat mag een verhaal zijn wat zeg maar jou aanspreekt op gronden die bij jou passen. Dus bijvoorbeeld mijn manier is dat ik ben wetenschappelijk opgeleid. Dus ik heb statistiek geleerd ook. Dus ik ga heel erg mijn nare verhalen van die ik soms ook heb na het kijken van een journaal. En daar zet ik dan tegenover het andere verhaal. Wat ik net al zei, statistiek. Kans dat het werkelijk voor mij persoonlijk heel erg ellendig gaat worden. Ja. Is heel erg laag, statistisch gezien. En tegelijkertijd soort van, ik ben niet zo heel erg bang om dood te gaan. Dus zelfs als het zou gebeuren, is het hele idee dat dat iets naast zou zijn, is ook een soort van verhaal waarvan ik niet weet of het waar is. Want ik weet absoluut niet of het naar is om dood te gaan. En al die, daar zet ik het tegenover. En andere mensen die misschien minder met statistiek hebben, die hebben misschien een religieus verhaal. Die zeggen van, oké, maar misschien is doodgaan aan corona helemaal niet zo erg. Dan kom ik in de hemel. Wat dan ook. Of mensen die geloven, het is niet een geloof, maar die bijvoorbeeld geïnspireerd zijn door die boeken over bijna doodervaringen. Mm-hmm. Ja, zoals de Nederlandse schrijver Pim van Lommel, hè, die prachtig boek heeft geschreven.
over bijna doodervaringen en daar ook een poging doet om dat in een soort theoretisch kader te omvatten. En best een heel lezenswaardig boek. En dat kan je al helpen van, oké, er zijn in ieder geval aantoonbaar een aantal mensen op deze wereld die dood geweest zijn en daar een positief verhaal over hebben. Ja. Dus het zou kunnen, weet je wel, het zou kunnen dat dood zijn een fantastische ervaring is. Ja. Dat zou je kunnen zetten tegenover, zeg maar, jouw ego en onze cultuur die heel erg zegt dood zijn is absoluut bullshit, slecht, mag niet gebeuren. En dan kun je het ene verhaal tegenover het andere zetten. Dat in het boeddhisme noemen ze dat de antidote-methode. Ja. Dus je ziet een verhaal, een soort giftig verhaal. Een verhaal waar je alsmaar over nadenkt. En ja, hetzelfde ook als je partner ineens verliefd wordt op iemand anders. Oh, hele dagen heb je dat giftige verhaal in je hoofd. Als je dan een ander verhaal kunt ontwikkelen. Een verhaal wat vriendelijker is. Een verhaal wat voor jou een zekere waarheidsgehalte heeft. Maar zonder te vergeten dat het ook een verhaal is. Ja. Ja? Want uiteindelijk hebben we alleen verhalen. De denkende geest is een verhalenmaker. Ja, grappig dan. Ik wist niet dat het ook in het boeddhisme al een keertje zo bedacht was. Onlangs hoorde ik hier een neurowetenschapper over die zei: vraag jezelf eens af, wat is hetgeen wat je de angst geeft? Dan is de tweede stap, wat levert het je op? Nou ja, die gedachte en één gevoel. En als derde, wat ga je bedenken dat je er anders tegenover kan zetten? Eigenlijk hetzelfde idee. Ja. En hij had het erover dat ons brein is ook een houdt van learning-based experience. Oftewel, je moet het voor je kunnen zien, alle opties af kunnen gaan en dan komt daar die berusting in. Maar ja, de boeddhisten hadden dit dus al bedacht. Ja, mooi dat je in de neurologie nu ook, zeg maar, dingen ziet ontstaan, theorieën ziet ontstaan, hè? Mm-hmm. Die in het boeddhisme al lang bestaan natuurlijk, over het inslijten van neuronenbanen, hè? Bepaalde negatieve gedachten, als je ze vaak denkt, dan ga je ze steeds makkelijker denken. Ja. Dat, hè? En dat is dus waarom, zeg maar, de Boeddha allerlei methoden heeft geleerd om anderen, ja, Thich Nhat Hanh noemt dat to water the seeds of joy. Ja. Je hebt gedachten die jou vrolijk maken, ga die gedachten dan, help die een beetje inslijten. Zorg dat die neuronenbanen wat makkelijker afvuren, weet je wel. En dus, dat is dus wat ze in het boeddhisme de antidote-methode noemen. Een tegengif tegen de neiging om negatieve gedachten te voeden met je verzet ertegen. Dat je zegt van nee, wacht even, dit is een nare gedachte, weet je wel. Laat ik iets leukers denken. Mm. Ja, dat zijn mooie methodes. Ik weet nog wel dat ik, toen ik bij de Indianenstam was, 40 dagen, toen kreeg ik als opdracht, vanaf nu, toen dat ritueel was gestart, vanaf nu mag je niet meer negatief denken. Als je negatief denkt, moet je het ombuigen. En dan lag ik nu op een podium. Dan zeg ik altijd, jullie zijn allemaal hip met je NLP-opleiding. Maar dit doen ze al 4000 jaar lang in de jungle. Ja. Dus het is wel mooi om te zien dat dat soort beschavingen en oude... Ja. Leuk dat op deze manier terugkomt in ieder geval. Ja. Ik zou even kijken hoe we met de tijd zitten. Want we hebben nog wat kijkersvragen voor je. En, okay. Je zei net al eventjes heel vluchtig. Je bent zelf niet zo bezig met de dood, hè? Ik ben heel veel bezig met de dood. Of wel? Omdat je zegt, van je bent er in ieder geval niet zo bang voor. Iets minder bang voor. Mijn ego is er wel bang voor. Dus ik maak telkens dat onderscheid. Hè? Het ego is gewoon het aangeleerde zelfbeeld. Ja. Dat heeft gewoon op bepaalde impulsen, bepaalde reflexen. Dus ik ben nu bijna 70. Ik heb af en toe van die kwaaltjes. Of ik slaap slecht soms. En dan ben ik heel erg moe overdag. En dan heb ik dus die gedachtes van, dit is gewoon een wrak wat bijna gewoon de pijp uitgaat. Ja. Met een naar gevoel daarbij ook. Dat herken ik allemaal heel erg goed. Alleen dan is er natuurlijk dat andere deel, wat als het ware steeds beter leert zien wie je werkelijk bent. En dus wie ook vooral wie je niet bent. Hè? Dus dat ego met dat lichaam en zo wat aftakelt, dat is niet wie je werkelijk bent. Ja. Dat is, zeg maar, de rol die je speelt of het voertuig wat je hebt in deze wereld. En dat heeft een eindige duur. Een beetje zoals auto's ook op een gegeven moment op zijn. Weet je wel? En dan kan je wel blijven rijden in een auto die alsmaar, zeg maar, stilstaat langs de weg. Maar dan wordt het tijd om een andere auto te nemen. Ja? Ja. En dat is beeldspraak die een beetje verwijst naar, als dit lichaam op is, laat het los, weet je wel. Laat jezelf gewoon doodgaan, want daarna is er gewoon een nieuwe. Weet je, ik bedoel, het leven stopt niet, weet je wel. Alleen dit leven stopt, maar dit leven is niet wie je werkelijk bent. Ja. Ja, dat is, en dat leer je aanvankelijk, is dat een theorie, hè? De theorie van reïncarnatie. Maar geleidelijk aan wordt dat een ervaring. Mm-hmm. Iets ervaren in jezelf wat niet dood kan. Ja, en heb je nu dan met momenten. Ja. Als je morgen dood zou gaan, zou je er dan vrede mee hebben?
Zou je dan... Als ik helemaal dood ben, waarschijnlijk wel. Nou ja, uiteindelijk weet je, want je schrijft nog steeds boeken. Er is nog steeds een Jan die graag boeken schrijft. Ja, natuurlijk. Ik heb nog steeds dingen die ik leuk vind. En inderdaad, als een arts zou zeggen, Jan, je hebt nog 3 maanden. Dan zou ik datzelfde proces doorgaan als iedereen. Van eerst verzet en boosheid en onderhandelen en uitvluchten zoeken. Toch nog even die wonderdokter zien te vinden. Of dat ene pilletje wat alle problemen weer oplost natuurlijk. Alleen ik zou dat hele proces ook herkennen. En met een soort vriendelijkheid zien van... Oké, Jan, je gaat gewoon door een moeilijke tijd. Ja. En dat zou waarschijnlijk die tijd wat bekorten, dat proces. Ja. Dus dan hoop ik inderdaad dan ergens dat punt te bereiken... dat ik ook die ontspanning kan voelen. Een soort van, oké, als er niks meer aan te doen is... dan ben ik nu klaar met mijn, zeg maar, mijn gepieker en mijn gedoe om... om zeg maar, mijn vastklampen aan dit leven. En je gaat voor de optie reïncarnatie? Nou... Dat lijkt mij een hele plausibele... Niet in de betekenis overigens van dat er een stukje Jan Geurts dan doorgaat in een ander leven. Ja. Dat is een ego-interpretatie van die reïncarnatietheorie. Mm-hmm. En dat is natuurlijk ego die een leuk nieuw verhaal bedacht heeft... waardoor die toch nog niet doodgaat. Je zou zeggen dat er 5% van jou gaat mee naar een nieuw leven. En vorige levens hebben we het dan eventjes over. Ja, dat is de ego-interpretatie. Een klein deel blijft wel bestaan en gaat door. Weet je wel, dat noemen mensen dan vaak de ziel. Ja. De onsterfelijke ziel. Maar boeddhisten geloven helemaal niet in een onsterfelijke ziel. Ja. Boeddhisten zeggen gewoon, en in feite Advaita ook... er is gewoon geen permanent soort ik in dat aangeleerde zelfbeeld. Het lichaam gaat dood, het levensverhaal houdt op... gedachten stoppen, gevoelens stoppen. Maar er is iets wat dat allemaal ervaart tijdens je leven al. En dat wat alles ervaart, is zelf niet een ervaring. Ik moet daar toch een soort van beargumenteren. Want jij hebt het boeddhisme, ik heb het ayahuasca. En ik heb toch al veel ceremonies gehad waarin ik toch terugging naar vorige levens of dingen meemaakte. En die uitlegde waarom ik nu bepaalde dingen doe. En hoeft ook niet zo te zijn dat het dan zo is. Misschien is dat gewoon een metafoor of een bepaalde uitleg, zodat ik het snap. Maar ja... En ergens voel ik me daar ook wel. Ergens vind ik het ook wel mooi, geloof ik. Ik bedoel, als je de telefoon afgaat, moet je ook opgenomen worden, is de regel. Nee, ik zet hem wel even. Zo. Okay. Nee, dat bedoel, dat is natuurlijk heel normaal. Mm-hmm. Als je dat soort ervaringen hebt, al dan niet met middelen opgewekt. Ja. Ik bedoel, dezelfde vergissing maken we ook binnen dit leven. Ik bedoel, als je terugdenkt bijvoorbeeld aan je lagere schooltijd... of aan je middelbare schooltijd... dan heb je ook een heel sterk gevoel dat dat dezelfde ik is. Ja. Mm-hmm. Wat in werkelijkheid niet zo is. Alles wat je toen was, ja, laten we zeggen ook als puber bijvoorbeeld... het lijf is volledig een ander lijf wat je nu hebt. Ja. Ja, je gedachten en je gevoelens zijn niet meer dezelfde als die je toen hebt... Ja, en toch hebben we die sterke soort van... dat sterke gevoel dat dat dezelfde persoon is. Nu, hoe komt dat? Omdat zowel dat wat op dit moment jou als Wichert ervaart op dit moment... als dat wat jou ervoer als puber Wichert of als lagere school Wichert, weet je wel... dat wat dat ervoer is niet veranderd. Ja. Ja, is dit storend? Ja, wel. De derde keer moet je hem echt opnemen. Laten we het daarop houden. Ja, ik wil hem wel opnemen. Met Jan Geurts. Heerlijk dit. Mooi. Met wie spreek ik? Oh ja, mag ik u later terugbellen? Beetje. Want ik zit net in een opnamestudio. Maar een klein beetje. En ja... Dus misschien kunt u mij of vanavond of morgenochtend bellen. Zo morgenochtend na 10 uur. Ja, oké, hartelijk dank. Joe, dag. Oké, nou zet ik hem echt even op stil. Okay. Dit is toch wel storend, hè? Nou ja, misschien was het een heel belangrijk telefoontje. Nee, het was niet belangrijk. Okay. Maar omdat ik dat niet kon zien, weet je wel. Dat is, eigenlijk grappig. Er stond alleen de plaatsnaam Deventer. Oh, en toen dacht ik ineens aan Michel. Waar wij toen de vorige... Ja. Dat was toch ook in Deventer? Dat was in Deventer, ja. Ja. Toen dacht ik, zou het dan misschien jouw compagnon zijn? Die jou nu gaat bellen. Ik ga ook wat vragen stellen. ik ga even inbellen. Dat is zo'n beetje bijgedachte die ik had. Dat is grappig. Ik had hem gisteren nog aan de telefoon. Toen zei ik nog, van als je nog vragen hebt voor Jan. Ja. Hij is helemaal in het polyamoreuze gestapt. Okay. Dus ik zeg, als je nog vragen hebt, dan wil ik ze graag voor je stellen. Maar ik heb niks meer doorgekregen.
Oké, waar hadden we het nou over? We hadden het over dat als ik een puber was, dat ik die gedachten en die gevoelens niet meer heb, het lichaam. Dus ook binnen dit leven hebben we die sterke neiging om te denken dat er eenzelfde soort ik was die op de kleuterschool zat, op de lagere school, in de puberteit, dat dat dezelfde ik was. Dat is een projectie. Mm-hmm. Dus wat is continu, is gewaarzijn. Gewaarzijn is eigenlijk dat wat jouw lichaam ervaart, dat wat jouw gedachten ervaart, dat wat jouw gevoelens ervaart, dat wat jouw hele zelfbeeld ervaart. Dat is continu, maar dat is zelf niet een ding. Ja. Gewaarzijn is een non-entiteit. Gewaarzijn wordt wel vergeleken met space. Een soort ruimte, alleen de normaal, zeg maar, onze gewone ruimte heeft geen bewustzijn van wat zich in die ruimte afspeelt. Ja. Gewaarzijn wordt beschouwd als een soort ruimte die bewust is van wat zich in die ruimte afspeelt. En wat zich in die ruimte afspeelt zijn gedachten, gevoelens, percepties. Dus dat gewaarzijn is het enige wat, zeg maar, continu is. Wat nooit begonnen is en nooit ophoudt. Omdat het niet een ding is. Omdat het niet een verschijnsel is. Alle verschijnselen, de lichamen, gedachten, gevoelens, zelfbeelden, allemaal komen en gaan. Ja? Een lichaam heeft een levensduur en lost dan weer op en valt uit elkaar. Op een subtieler niveau heb je levensfasen die opkomen. Een tijdje ben je heel erg een middelbare scholier of ben je heel erg, weet je wel, noem maar een beroep op. En die komen en gaan. En dan op een nog subtieler niveau heb je emoties. Je voelt je een uur lang waardeloos of een dag lang heel erg blij. Komen en gaan. Mm-hmm. En op een nog subtieler niveau heb je constant gedachten die opkomen. Ja. Gedachte A komt op en lost op, maar triggert een volgende gedachte. En die lost op, triggert de volgende gedachte. En dan zie je een heel mooie golfbeweging ontstaan. Als je echt op die manier naar gedachten kijkt. Gedachte A, gedachte B, gedachte C, gedachte D. En dat is dus een soort golfbeweging die ontstaat. Als je goed kijkt naar water waar een golfbeweging in ontstaat, dan zie je dat het water zelf stilstaat. Het water gaat niet van rechts naar links, maar door de wind lijkt het alsof er golfjes van rechts naar links gaan. Ja. Maar die golfjes gaan niet eens van rechts naar links. Elk water beweegt zo en als het zich weer ontspant, zal het daarnaast omhoog gaan en weer ontspannen. Dit is op het meest subtiele niveau, is zeg maar de reïncarnatie. Gedachte gaat dood, geeft voeding aan een nieuwe gedachte. Die, dat, weet je wel, dat. Gevoelens lossen op, geeft voeding aan nieuwe gevoelens. Dat levens ontstaan, gaan weer dood, geeft voeding aan nieuwe levens. Het enige wat continu is, is wat niet iets is en alles ervaart. Dus het niet iets ervaart alles. En niet iets is, zeg maar, dat is beyond logic. Hè? Dus dat de denkende geest zegt van, ja, als het niks is, dan is het niks. En anders moet het wel iets zijn. Maar hier is dus iets wat zowel niks is als alles ervaart. Ja. En het bizarre is nu dat dit is zo makkelijk te herkennen in jezelf. Als je werkelijk de moeite neemt om even een uurtje te gaan zitten en te zeggen, oké, wie ervaart nu op dit moment mijn bestaan? Dan kan je zeggen, oké, ik ervaar een lichaam, dus ik ben niet het lichaam, want ik ben de ervaarder van het lichaam. Oké, ik ervaar nu een gevoel, dus ik ben niet dat gevoel, ik ben de ervaarder van dat gevoel. Ik ervaar nu gedachten, weet je wel, maar ik is dus niet de gedachte, maar is de ervaarder van de gedachte. En dan probeert die ik zichzelf te zien. En dan zie je dus niks. En het feit dat als ik zichzelf probeer te zien en niet iets vindt, is de reden waarom het zich zo snel identificeert met dat lichaam en die gedachten en die gevoelens. Ja, ja, ja. Want het kan zichzelf niet als een ding ervaren. Die niet-ietsheid is zo houvastloos dat de ongeoefende geest gaat zich onmiddellijk vastklampen aan iets wat wel houvast geeft. Een lichaam en een zelfbeeld. Maar dat levert meteen de angst op dat gaat ophouden te bestaan natuurlijk. Want dat lichaam gaat dood en die gedachten gaan dood enzovoorts enzovoorts. Dus dat onderzoek naar wie ben ik werkelijk? Wie zoekt hier naar zichzelf? Dat, hè? En zodra de ervaarder zichzelf kan ervaren als niet iets, en dat is dus niet langer een theorie, maar dat is een puur en een meest directe ervaring. Mm-hmm. Dat levert die ontspanning op. Wauw. En dat is dus wat van het ene leven in het andere doorgaat. Sterker nog, dat is iets wat op dit moment zowel in mij als in jou
afspeelt. De suggestie creëert van afgescheiden levens. Dat is die ene maan, ja, weet je wel, die in jouw plasje wiggert. En een individueel bewustzijn creëert. En in, hier in Jan Geurts, weet je wel, dat een Jan Geurts bewustzijn creëert. Ja. Ja, en wat is datzelfde? Datzelfde niet-ietsheid wat alles ervaart. Wat door jouw ogen nu naar mij kijkt en door mijn ogen nu naar jou kijkt. Ja. En is daar, niet prachtig? En daarmee is alles verbonden. Ja, dat ja. Is, die is er al, die verbondenheid. Je hoeft hem niet te creëren. Je hoeft alleen maar op te houden met te geloven in je gedachten dat je iemand anders bent dan... Dan ik. Ja? Ik moet het echt nog een keer nahouden. Ik moet het nog een keer nahouden en naluisteren. Ja, je hebt een mooie Advaita-spreuk die zegt: het enige wat ons weerhoudt van verlichting is de gedachte dat je niet verlicht bent. Maar daar zit een enorme valkuil aan. Mm-hmm. Namelijk dat veel neo-Advaita's doen dat tegenwoordig. Die zeggen dus, die denken dus vervolgens dat ze wel verlicht zijn. Ja. Maar er zijn twee gedachten die jou afhouden van verlichting: de gedachte dat je niet verlicht bent. En de gedachte dat je wel verlicht bent. Ja. Want het zijn gedachten. En geloven dat die werkelijk waar zijn, die je afhouden van, zeg maar, de werkelijkheid ervaren zoals ja. Die is. Dus eigenlijk zou je er gewoon helemaal niet mee bezig moeten zijn. Met die gedachten. Met gedachten? Nou ja, ze zijn buitengewoon handig verder. Nou, ja, het hele spirituele pad bestaat dankzij gedachten. De Boeddha heeft gedachten gedeeld met anderen. Die zijn later opgeschreven, andere leraren. Ja. Weet je wel, dus niks mis met gedachten. Alleen ze hebben een soort van bruikbaarheid op een bepaald domein. Dat is het domein van de communicatie. Daar zijn ze buitengewoon nuttig. Mm-hmm. Ja? Maar in het rechtstreeks ervaren van hoe de werkelijkheid werkelijk is, vormen ze een soort sluier, een soort versluiering. Ja. We zijn gaan geloven dat wat we denken over de werkelijkheid is. Mm-hmm. Terwijl het alleen maar een soort van taal is waarmee we ervaringen uitwisselen met elkaar. Dus bijvoorbeeld de ervaring, hier, dit is een ervaring, weet je wel, dit onmiddellijk komt er iets op, glas water, weet je wel. Maar wat je ervaart als je naar dit ding kijkt, is niet glas water. Als je gewoon kijkt naar dit ding. En glas water is een etiketje wat je erbij denkt en wat heel handig is als je wil vertellen aan iemand anders van, Jan Geurts hield een glas water omhoog, weet je wel. Ja. Dan weet je, etiket Jan Geurts, weet je wel, etiket omhoog houden en etiket glas water. Ja. En je hebt ongeveer een idee van wat je wat de ander wat jou bedoelt. Vertelt. Ja. Maar wat je rechtstreeks ervaart als je hier naar kijkt is beyond words. Ja, ik geef vaak het voorbeeld van een museum. Er hangen 100 schilderijen. Er zijn 5 bewakers. Op een dag komt de baas binnen en die zegt tegen die bewakers: jongens, jullie moeten even bij nummer 35 kijken, want ik heb het idee dat die scheef hangt. Heeft iemand met zijn poot aangezeten? Ze weten allemaal precies welke schilderij bedoeld wordt. Ze zien het voor zich en de ruimte waar die hangt ook. Dat is hun taal. Mm-hmm. Afspraken onderling. Mm-hmm. Maar als je in die kamer bent en je kijkt naar dat schilderij, is dat dan, zie je dan 35? Nee. Nu, vertaal dat terug naar onze taal. Stel dat dat de zaal is waar de nachtwacht hangt van Rembrandt. Mm-hmm. En je staat te kijken naar dat schilderij. Zie jij nachtwacht van Rembrandt? Nee. Helemaal niet. Dat is niet wat je ervaart. Dat zijn de etiketten die je hebt leren plakken op die ervaring en waarmee je hem kunt communiceren naar anderen. Ja. En dat is hoe de Boeddha begonnen is met het communiceren van deze hele, zeg maar, spirituele visie die op metaniveau laat zien dat communicatie met anderen een vorm van afleiding is van hoe de werkelijkheid werkelijk is. Oh, wow. Maar tegelijkertijd een hulpmiddel is om anderen naar de maan te wijzen. Hè? De vinger die naar de maan wijst. Dus de vinger kan een versluiering worden van de maan. Als je heel erg gelooft dat de theorie, al is het de mooiste boeddhistische theorie over de werkelijkheid, en je gaat die theorie beschouwen als, daar geloof ik in, dat is werkelijk waar, ben je nog steeds niet in contact met de werkelijkheid. Je zit nog steeds in je hoofd, in je denkwereld. Ja. En dat is dus die switch van, weet je wel, en leraren moeten soms 1000 keer zeggen, dit is, daar is de maan, daar is de maan. En iedere keer blijven mensen naar die vinger kijken. En ergens op een dag, weet je wel, doe je ineens dit. Ah, ja, dat. Mooi. En dan begint eigenlijk je echte spirituele groei. Je had het net over de ervaring die iemand heeft als we naar de nachtwacht kijken. Als ik daar dan denk, dan denk ik, wow, dat is moeilijk om dat te beschrijven, om dat te doorvoelen. Is het ook een voelbare ervaring? Tuurlijk, dus je hebt een perceptie en daar voel je wat bij. En
En dat, dus dat is allemaal vrij, dat is allemaal helemaal oké. Ik bedoel, dit is niet zo dat je, als je dan naar de nachtwacht kijkt, dat je dan ineens iets heel anders ziet dan de nachtwacht. Als je eenmaal doorkrijgt dat jouw gedachten een soort versluiering zijn van de werkelijkheid, en je houdt op met via je gedachten naar de werkelijkheid te kijken, en je kunt, zeg maar, steeds beter rechtstreeks de werkelijkheid ervaren, dan blijft de nachtwacht de nachtwacht en deze tafel blijft deze tafel, en toch verandert er iets, namelijk in de perceptie ervan. Ja. Die perceptie wordt helderder, wordt extatischer zelfs op sommige momenten. Mm, mooi. Zonder dat, zeg maar, de objectieve kant van de perceptie anders is. Bijvoorbeeld je eigen woonkamer, waar je een soort van, die is zo vertrouwd, zo gewoon, zo normaal. En als je dan in je beoefening zo'n moment bereikt dat je even helemaal vrij bent van het denken, dan kun je je eigen woonkamer zien met echt een soort extase. Een soort wow, weet je wel? Een soort van, dat is maar eventjes hoor. Even later zegt je denkende geest weer van wow, dat was extatisch, weet je wel? En dan dus weer, dat mag ook, weet je wel? Dat is ook oké. Als je kijkt naar jouw je boek Wijzen naar de Maan, wat vind je zelf het mooiste verhaal wat je erin hebt geschreven? Oh, ik geloof dat ik het mooiste verhaal vind, dat verhaal van die man. Dat is echt een fictieverhaal. Mm-hmm. Die man die op de veerboot van Breskes naar Vlissingen een vrouw ontmoet, die vroeger in de klas heeft gehad als meisje, en waar die een ervaring mee heeft gehad, een beetje een moeilijke ervaring. Mm-hmm. En dan ziet hij haar op de veerboot weer. En dan op een moment dat zij overboord wil springen. Zij heeft een moeilijk leven gehad. En afijn, ik ga niet het hele verhaal vertellen. Uh-huh. Maar het verhaal leidt er op een gegeven moment toe dat zij hem als het ware in het water duwt uit woede. En hij op dat moment verlichting bereikt. Door allerlei omstandigheden die daar samenkomen. En dat bizarre moment daar aan de buitenkant van een veerboot hangend. Wow. Als het ware hebben die twee een moment van totale liefde. En daarna valt hij in het water omdat zij hem wegdouwde. En voor beide is dit een gebeurtenis van totale verlichting. Echt, ik vind dat zo'n prachtig mooi verhaal. Mooi. Dat ontroert me nog steeds. En hoe kom je bij hoe ben je op dit specifieke verhaal gekomen? Ja, ik had het vroeger al eens een keer in een heel andere vorm geschreven. Ik heb vroeger een keer, pakweg 20, 30 jaar geleden, eigenlijk in een soort uitdagingje met een goede vriend van me. Zei, weet je wat, we hadden allebei van die een beetje zo'n vage ambitie om schrijver te worden. We hadden elkaar de opdracht gegeven van oké, met kerst, en dat was nog in de zomer. Met kerst hebben we allebei een verhaal geschreven van 30 bladzijden. Wow. En wie het niet geschreven heeft, betaalt een etentje voor de ander. Dus om elkaar een beetje te stimuleren. Hè? Dus ik had toen dit verhaal geschreven, maar het was een totaal, er zat geen spirituele lading in. Het was een heel ander verhaal. Maar het gegeven van die veerboot en die man en die vrouw, dat zat er wel al in. Mooi. Dus dat was ergens, zat dat al. En nu ik dus dit boek aan het schrijven was en dacht van goh, dat is toch wel mooi, dat verhaal. Hoe kan ik dat benutten hier? En wat ik dus eigenlijk wil laten zien is dat mensen ook als ze elkaar kwetsen en pijn doen, soms heel erg bijdragen aan elkaars spirituele ontwikkeling. Mm-hmm. Ik heb het natuurlijk ook gezien met mijn laatste relatie, die 7 jaar lang, zeg maar, euforisch gelukkig was, en daarna 3 jaar lang heel pijnlijk soort elkaar los moeten laten. En hoe, als het ware, die ellende heel erg heeft bijgedragen aan mijn spirituele groei. Ja. Dus, en dan kan je dus ook zien van oh, dat doen mensen dus elkaar aan, in zekere zin uit onwetendheid. Maar je zou ook al kunnen zeggen van ze doen dat elkaar aan omdat er een soort onderlaag is van liefde die gewoon altijd werkt naar meer bewustzijn, meer groei van bewustzijn. Hmm. Dus in dat verhaal komt dat het mooiste tot uiting, denk ik. Er staan nog andere verhalen in waarin je dat ook kan zien van hé, dit was weliswaar een heel ellendig moment, maar wat heeft dit bijgedragen aan spirituele groei? Mooi. En dat ene verhaal kan je zien dat dus ook in relatieachtige situaties gebeurt. Mm-hmm. Dus de ex waar je misschien meest een hekel aan hebt, kan ook tegelijkertijd een soort van Boeddha voor je zijn. Een soort van leraar. Ja. Op het moment dat je de ellende, die overigens natuurlijk exen zijn, niet altijd, het zijn niet echt verlichte mensen. En ze doen misschien hun rottigheid vanuit hun eigen ego's beknelling. Maar als je het kan gaan zien als een bijdrage aan je groei, dan verdwijnt het verwijt naar de ander. En dan wordt lijden ongelooflijk productief. Ja. Ik ben mijn ex heel dankbaar.
Ik heb ook heel veel hoofdstukken in mijn boek geschreven. Ja. over situaties met dat. En dat ging inderdaad echt... Je zag het toen gewoon niet. Ja. Als ik daar nu ook op terugkijk, dan denk ik... Hoe heb ik daar 5 dagen mee kunnen... Ja. überhaupt kunnen uithouden? En ja. goed, dat is de groei. En zij met mij waarschijnlijk. Ja. Je had het net over het schrijven van een boek. Hè? Hoe werkt jouw schrijfproces? Oh, nou, op een bepaald moment heb ik ineens het idee... dat ga ik doen. Ik had nu eigenlijk al het idee van... ik had al 8 boeken geschreven en een soort van... ik geloof dat het nu klaar is. Maar omdat ik zo geïnspireerd raakte door Advaita... dacht ik ineens, ik zou nog een boek kunnen schrijven... om als het ware die relatie tussen Advaita en Tibetaans boeddhisme... te laten zien van hoe verschillen ze... maar tegelijkertijd ze wijzen naar dezelfde maan. Het is als waar, dit is Advaita en het wijst die kant op. Dit is Dzogchen en het wijst die kant op. Maar ze wijzen naar dezelfde maan. Dus als je de vingers bestudeert... dan lijken ze zelfs tegenovergestelde dingen te zeggen. Mm-hmm. Ja, maar ze wijzen naar dezelfde maan. Dus dat had ik soort van door. Dus ik dacht, daar ga ik een boek over schrijven. Toen was ik al zo'n beetje aan hoofdstuk 2... En had ik ineens het gevoel van... Jan, je zit in herhaling te vervallen. Dit heb je allemaal al eerder verteld. Het werd weer een uitlegboek. En toen kwam dat idee van... zal ik gewoon wat verhalen gaan schrijven? Leuk. Een soort van nieuwe uitdaging. En dat was een soort van echt een feestelijke uitdaging. En soms ook best wel lastig. Want dan kom je op het pad van dat je gaat zitten... 's ochtends, weet je wel. Ik heb dan een soort discipline wel van elke ochtend van... 10 tot 12 is dan mijn schrijftijd, bijvoorbeeld. En dan ga je dus zitten, bak koffie erbij, dan ga je zitten... en dan komt er dus niks. Oh, ja. Dat is best wel confronterend. Dat, hè, vooral als je dan gaat denken van... shit, weet je wel, ik heb mijn uitgever al gewaarschuwd... van er komt een boek aan. En de uitgever zegt, oh leuk, weet je wel, wat fijn. En dan kan je dus een beetje in een soort kramp komen. En natuurlijk, als je daar dan weer naar kunt kijken met vriendelijkheid... dan lost het ook weer op. Dus ik heb gelukkig niet echt writer's block gehad. Maar het is een heel ander proces. Hè? Een heel ander proces van creatie. Dan als je al zeg maar een theorie helemaal begrijpt. Ja. En hem dan probeert uit te leggen aan anderen. Ja, ja, ja. Dus dat is zeg maar, dat was bij dat laatste boek dus het geval. Dus eerst kom ik zeg maar op dat idee. Als ik dan echt denk, ja, dit wordt een boek. Dan bel ik mijn uitgever op. Zeg ik van, ik geloof dat er wel weer wat aankomt. Ben je geïnteresseerd? Nu inmiddels dus wel natuurlijk. Want die andere boeken lopen allemaal ook goed. Dus dan spreken we een deadline af. Want ik heb een deadline nodig. Om gewoon die discipline te hebben van elke dag te schrijven. Ja. En dan doe ik niet te lang. 2 uur per dag vind ik dan wel genoeg. En dan ben ik meestal in een pakweg een maand of 4 of zo. Heb ik het wel bij elkaar en dan wordt het pas echt leuk, want dan krijg je feedback van je uitgever en dan daarna nog feedback van een taalkundige, weet je wel, een externe taalkundige die de taal helemaal gaat doorspitten. Vind ik heerlijk als mensen dan de zinnen verbeteren. Oh, en zo, hè? Dat is echt heel erg fijn. Ja, ik vond het meest verschrikkelijke vind ik de first big ugly draft, als het ware. Ja. Echt gewoon inderdaad dat zitten en dan, ik moet nu nog 1 hoofdstuk. En ik vind echt, ik heb toevallig van de week nog opgeschreven. Ik vind het schrijversproces, ik ben het evenveel gaan haten als liefhebben. Oh, ja, ja, ja. Maar inderdaad het fine-tunen, het mooi maken ervan. Het bijschaven, hè? En ik heb een online cursus van een meneer gevolgd, die zei dat heel mooi. Die zei, het herschrijven, het fine-tunen van je boek is als het ware alsof je al die tijd... al wist wat je aan het doen was. Ja, ja, ja. Dat is leuk, ja. Maar goed, en dan binnen 4 maanden... dan ligt er eigenlijk gewoon een nieuw boek op de plank. En ja, daarna is het een beetje wel bijschaven... en feedback erin verwerken en zo. En, ja. Ja. En je bent trouw aan een uitgever die je hebt. Heb je ooit gedacht een zelf uitgever? Ja, ja, ja. Ik wil altijd dezelfde uitgever. Ik ben trouw aan de uitgever, maar de uitgever is ook trouw aan mij. Is altijd, weet je wel, al mijn boeken zijn zeg maar nog in de verkoop. Hè? Dus ook als het dan een boek wat minder verkoopt. Nu, ze hebben nooit echt dat een boek niet verkocht. En dan gaat ook deze uitgever, doet het natuurlijk eruit, gaat in de rams. Ja. Dus dat hebben ze ook nooit hoeven doen. Maar ik vind ook wel dat ze zijn echt heel lief gewoon. Ze luisteren altijd naar mijn suggesties over de omslag. Ze bemoeien zich nooit met de inhoud. Ja, dus wel de feedback geven. Maar ik bepaal of ik hem neem of niet neem, de feedback. Ja. Ja, dus ze laten me helemaal vrij ook qua inhoud. En qua vormgeving, dat is hun pakje aan. Maar dan luisteren ze heel erg naar wat ik mooi vind. Ja, mooi. En, dus echt, ze geven mij zoveel ruimte. Hè? En, misschien hebben ze wel verlatingsangst.
Ja, nou ja, er was een tijd dat ik even wat, zeg maar, ik was toen wat ontevreden over de royalties. En toen dacht ik, toen kwam ik in zo'n soort vibe terecht van, ik kan ook zelf mijn boeken gaan uitgeven. Ik bedoel, als je al een enige bekendheid hebt, dan zou dat theoretisch best wel kunnen. Tegenwoordig kan je alles via internet kan je regelen. En dus ik zei dat tegen hem, een beetje soort van, ik vind toch wel, weet je wel, die 12% of zo die je dan krijgt bij een goed lopend boek al en zo. Fijn, dus ik vond het toch wel wat, zeg maar, als ik het zelf uitgeef, dan krijg ik toch echt veel meer. Kunnen we daar nog eens over hebben en zo. En toen waren ze ook heel soort van, nee, wat even, weet je wel, dat kunnen we wel doen. En hebben ze ook mijn royalties wat, zeg maar, wat verhoogd. Ja. En ik haal ook weer niet het onderste uit de kan. Denk, oké, weet je wel, hier ben ik al blij mee, dus oké. Ja. Dus we hebben, ik heb met mijn uitgever een hele fijne verstandhouding. Ja, mooi. Ja. Leuk. Ja. Dus dit is voorlopig eventjes het laatste boek? Of heb je misschien alweer een... Ja, soms denk ik wel een boek over doodgaan. Maar tegelijkertijd, de tricky is hier dat hoe langer ik wacht, hoe beter het boek wordt. Ja. Hoe langer ik aan het doodgaan ben. Ja. Ja, hoe meer ik erover meemaak. Ja. Dus het zou best kunnen dat ik dan ergens te laat ben. Dat het er niet meer van komt. Ja, dan wordt dit een uitlegboek of een verhalenboek? Ja, misschien ook, wel een vraag. Soort middenweg dan ondertussen. Er is ontzettend veel bekend in Tibetaans boeddhisme. Natuurlijk bekend tussen aanhalingstekens. Er is een, zeg maar, enorme cultuur daarvan, verhalen over wat er gebeurt als je doodgaat en ook in de periode daarna. Voor westerse, zeg maar, wetenschappelijke geesten is dat allemaal bullshit natuurlijk. Ja. Maar als je eenmaal herkent dat dat ook verhalen zijn, dan worden andere verhalen op een bepaalde manier aantrekkelijk. En als verhaal zou je ze kunnen benutten als beoefening. Dus ik zou kunnen dat ik daar nog eens over schrijf. Hmm. Ja. Mooi. Nou, daar wachten we eventjes op. Ik hoop dat je nog even rond blijft lopen. Maar ik ga je toch eventjes meenemen in wat vragen die we van luisteraars hebben gekregen via social media. Even kijken. Namen zal ik gewoon niet noemen, eventjes voor de luisteraar. Nou, ik weet niet of ze dat willen. Oké, komt-ie. Hoe zorg ik ervoor dat ik in een nieuwe relatie de principes van een spirituele relatie niet alsnog een soort van streven word? Bijvoorbeeld dat ik te onafhankelijk wil zijn. Oké, ja. Je kan dat niet voorkomen. Het is een valkuil waar je gewoon doorheen moet. Het hele spirituele pad is in dat opzicht paradoxaal. Het streven naar het einde van het streven. Je best doen om op te houden je best te doen. Terwijl oefenen in zijn met wat er is en niks veranderen aan wat er is. Dat. Mm-hmm. Ja, daar zit een paradox in. Dus als je begint met een nieuwe partner, een nieuw lief, en je wil zeg maar zelfstandigheid bewaren en toch niet zeg maar in een soort vrijblijvende oppervlakkigheid, hè, dan moet je gewoon heel veel praten. Heel veel bespreken met elkaar. Je hoop en je vrees bespreken. Het beeld wat je hebt, voor ogen hebt. Hoe jij je relatie ziet. En dan de ander. Hoe zie jij een fijne relatie? En als dat niet helemaal met elkaar matcht, dat je dat dan er kan laten zijn. En niet meteen vindt dat een van beiden moet toegeven. En dat gewoon en dan maar ervaren. Mm-hmm. Dus veel erover lezen, veel erover praten. Vooral delen wat jou bezighoudt. En vooral delen waar je bang voor bent. Mm-hmm. Ja, zonder de ander te veranderen. Zonder de ander te willen veranderen. Draai de microfoon nog een klein beetje naar... Zo ja. Oké, mooi. Ja. Goed, helder beantwoord. Hoe bewaak je de balans tussen ambitie / doelen bereiken en acceptatie? Ja, zelfde verhaal, hè. Dus laat je ego gewoon ambities hebben. En probeer zelf daar met enige humor naar te kijken. Ja. Ja, dus hoe belangrijk zijn je ambities? Ja, voor het ego is een ambitie is een soort beeld waar je aan moet voldoen op straffen van zelfaanwijzing. Ja. Ik wil die studie afmaken, ik wil deze zaak neerzetten, dat soort dingen. Ja. Dat zeg maar, maakt dat het beknellend wordt en dat als dan de ambitie niet gehaald wordt, dat je ook jezelf gaat afwijzen. Maar ook als de ambitie wel gehaald wordt, dat je je daar enorm mee gaat identificeren als een soort van, ik heb dit helemaal voor elkaar gekregen zelf. En dan gebeurt er daarna iets naars en dan doet het ongelooflijk veel pijn. Ja. Dus tegelijkertijd is spirituele visie zegt niet van, blijf maar gewoon in je bed liggen en doe maar niks. Dus
je kan die twee naast elkaar. Dus het ego verlangt gewoon naar het in de wereld brengen van kwaliteiten. En ook naar het krijgen van liefde en erkenning. En eventueel ook in de vorm van geld en succes. Mag, weet je, dat mag. Je bent dat niet, maar dat betekent niet dat je het niet meer mag. Ja. Dus je wordt zelfs beter in het bereiken van je ambities, als je niet per se die ambitie moet bereiken op straffen van jezelf een lul en een mislukking vinden. Ja. Ja? Dan ga je met enige humor ga je de dingen doen die bijdragen aan het tot stand brengen van je ambitie. Maar dan word je ook veel flexibeler, omdat de werkelijkheid ineens een heel ander signaal geeft en je ambitie was om een bedrijf neer te zetten. En ineens kom je bij iemand terecht en die biedt jou een baan aan op een kantoor met een dik salaris en oh, wow, weet je wel. Nou, dat is ook leuk, weet je wel. Laat ik dat gaan doen. Je wordt flexibeler. Je stroomt mee met wat de werkelijkheid je aanreikt. Ja. Mooi. Hier wordt nog een vraag gesteld over spirituele leraren die misbruik maken van studenten. Waarom mensen daar in die verleiding komen om daarmee in te gaan. Maar die hebben we eigenlijk al beantwoord in het gesprek. Ja, het is heel simpel. Spirituele leraren zijn ook mensen. Hebben dezelfde verleidingen. Ja. Als alle andere mensen en sommige spirituele leraren vallen dan in die valkuil en dat levert dan ellende op voor zichzelf en anderen. En die ellende draagt dan weer bij aan spirituele groei, mag je hopen. Ja, ja. Oké. Even kijken, volgens mij had ik er nog eentje. Even hier naartoe. Even kijken. Kan je van een vriendschapsrelatie weer een liefdesrelatie maken? En wat is daar volgens jou voor nodig? En daar wordt beschreven dat iemand een relatie heeft van een jaartje of zes. Dat begon natuurlijk passioneel, is daarna wat minder geworden. En op een gegeven moment is het gevoel van verbinding, verliest men. Hartstikke herkenbaar verhaal volgens mij voor heel veel relaties. Ja, maar ja, ja. Dus maar deze persoon wil tegelijkertijd hoe het was herstellen. Ja, want het was fijn. Ja, het was fijn en toen verwaterde het of zoiets. En toen ontstond er wat, een soort scheiding of een soort broer- en zusgevoel of zoiets. Ja, broer-zusgevoel, ja, vriendschapsrelatie. Dus ja, als dat het geval is, dus als er nog wel zeg maar een gevoel van verbinding is met elkaar, maar de passie is verdwenen, dan zou je tantra kunnen gaan beoefenen. Hè? Tantra beoefenen is echt, dan word je echt wel behoorlijk door elkaar gerutteld en geschud. Mm-hmm. Als je tenminste de goede tantra trainingen volgt. Hè? Mm-hmm. Niet alleen maar gericht op zeg maar, je vrijpartij wat opleuken met allerlei entouragetjes. Ja. Maar echt zeg maar, die seksuele begeerte die dus kennelijk hier dus in slaap gevallen is tussen die twee mensen. Mm-hmm. En seksuele begeerte is een raar iets. Want hoe meer je hem, als je hem niet voelt, hem weer wil voelen, hoe moeilijker die gevoeld kan worden. Ja. Ja, want dat is vanuit je hoofd een soort besluit van ik wil me weer opgewonden voelen, dat gaat niet lukken. Nee. Terwijl als je leert om juist uit je hoofd te gaan en in contact te gaan met de partner, zelfs als dat de partner is waar je op dat moment niet je seksueel toe aangetrokken voelt, dan kun je met allerlei oefeningen kun je die seksuele begeerte weer op gang brengen, omdat lichamen doorgaans zin hebben in seks. Ja. Het is de mind die daar blokkades inbrengt. Hè? Dus en de goede tantra-cursussen laten dat verschil zien. En doorgaans vrije mensen met hun mind. Ook als het wel zeg maar, op ego-niveau dan een zeg maar, goede vrije relatie is, dan vrij je doorgaans met je mind. Je hebt allerlei beelden en zolang de werkelijkheid dan voldoet aan die beelden, dat heet dan een goede vrijpartij. Ja. Maar de meeste mensen, je kan het zo bij jezelf nagaan ook, als je aan het vrijen bent, hoe langer je vrijt, hoe langer de vrijpartij duurt bedoel ik, en hoe opgewondener je raakt, hoe minder je in contact bent met je partner. Mm-hmm. Hoe vaker je met je ogen dicht bezig bent. Ja. Hoe vaker je in een soort beeld bezig bent. Ja. Van jouw ideale vrijpartij. En als de werkelijkheid voldoet aan dat ideaal, dan heet dat een goede vrijpartij. Ja. Ja, dus dat is heel grappig. Als je alleen al dat gaat doen. Dus als je nog wel vrijt met een partner. En je gaat proberen bewust te zijn tijdens het vrijen van wat er eigenlijk gebeurt. En in het begin praat je nog met elkaar. En op een gegeven moment zeg je niks meteen elkaar. Dan heb je alleen maar weet je wel, kreuntjes en zo. Eerst heb je nog even oogcontact met elkaar, maar steeds minder. Weet je wel, je ogen gaan dicht bij opwinding. Bij orgasme, bijna iedereen heeft zijn ogen dicht tijdens een orgasme. Mm-hmm. Ja, dus helemaal een soort van helemaal weg uit jezelf. Ja. Waardoor het voor het ego zo lekker is. Even jezelf vergeten. Ja. Even uit je hoofd. Ja, alleen het is precies de andere kant op als waar tantra jou brengt. Ja.
tantra brengt jou weer in contact met de werkelijkheid. Ja. En de werkelijkheid is op dat moment een ander mens. En een seksuele wisselwerking tussen die twee personen. Ja. Die energie tussen man en vrouw is echt waanzinnig mooi. Als je die kunt leren zien zonder ego's, zeg maar, ambitie om te scoren. Ja. Dus je weggaan van het nemen en teruggaan naar het geven. Ja, dat ook. Maar geven en nemen mag allebei. Mm-hmm. Alleen er is op een gegeven moment geen ik meer die zich bezighoudt met een doel te bereiken. Ja. Dat is het grote verschil. Tantrisch vrij is doelloos. Ja. Terwijl voor de ego's het doel is altijd piekervaring. Mm-hmm. Orgasme, weet je wel. Volgende vraag hierop is, er wordt dan afgevraagd van hoe ga je hier nou mee om? Wanneer zet je een punt achter een relatie of wanneer niet? Hoe maak je nu onderscheid of je ontevreden bent omdat de relatie niet vervullend genoeg is en dat onvrede geeft? Of dat het onvrede is in jezelf wat je op de relatie projecteert? Okay, ja. Nee, ik snap de vraag. En ten eerste, onvrede in een relatie is altijd een projectie van jezelf die je op de relatie projecteert. Ja. Er is niks anders dan je eigen projectie van de werkelijkheid. Het punt is hier natuurlijk dat sommige relaties spanningen opleveren vanwege een, zeg maar, onoverbrugbaar verschil tussen twee ego's die aan het licht komt als je wat langer samen bent. En dan zouden die twee ego's zichzelf behoorlijk moeten amputeren en veranderen om dat weer te redden. Weet je wel? Dan, als dat het geval is, kan je beter uit elkaar gaan. Terwijl als er nog steeds een behoorlijke grond is van overeenstemming, en vooral ook in verhaal, in opvattingen over hoe een relatie zou moeten zijn. En je zou de moeite nemen om, zeg maar, dat te gaan onderzoeken, zowel op psychotherapeutisch niveau als op spiritueel niveau. Mm-hmm. Dan zou uit, zeg maar, die relatiecrisis of relatieimpasse zou een nieuw soort van gelukkige relatie kunnen ontstaan. Voor een tijd althans, want alle relaties zijn tijdelijk. Dus dat idee dat ze voor altijd moeten duren of dat het anders een falen is, dat is sowieso al een ego's idee van relaties moeten voor altijd zijn, anders ben je fout bezig. Ja. Nee, relaties hebben een zeg maar houdbaarheidsdatum. Het kan soms duren totdat een van beiden doodgaat, maar is niet het doel. Nee. Het doel is, zeg maar, groeien. Ja, mooi. En dat verschil is soms moeilijk te zien, inderdaad. Dus ik zou mensen aanraden, probeer eerst maar gewoon te gaan praten over alles waar je bang voor bent. En dan komt vanzelf wel aan het licht of gewoon de relatie op is, of dat er een soort nieuw elan ontstaat. Een soort nieuw soort, zeg maar, veld waarbinnen die twee mensen weer iets voelen van, ja, hier hebben we wat aan. Ook al is het misschien niet makkelijk, maar er gebeurt iets, weet je wel. Er stroomt weer iets. Ja. Vaak in moeilijke omstandigheden gaat er weer wat stromen. Ja. Dus dat kan je onderzoeken. Dus ik zou eigenlijk zeggen, probeer eerst om dat te onderzoeken. En onderzoeken is dus echt gewoon praten over alles. En niet in die valkuil vallen van dingen van jezelf amputeren om de relatie te redden. Dus niet de relatie willen redden, maar hem willen ruimte geven, duidelijk maken. Ja. Wat is hier precies? Waarom zijn wij eigenlijk bij elkaar? Ja. Onderzoek dat eerst eens. Ja, mooi. Ik denk dat dit een mooie afsluiter is. Nou, okay. We hebben geloof ik meer dan 2 uur erop zitten. Zijn we al 2 uur bezig? Ja, zeker. Okay. In ieder geval weer ontzettend dankjewel dat je hier in de studio wilde komen. Ik hoop dat je over 3 jaar nog een keer wil komen voor een derde versie. Ja, dat zou leuk zijn. Ja. Hopelijk heb je dan wederom een nieuw boek. Ik wil in ieder geval bedanken voor het werk wat je doet. Je bent tegenwoordig online te vinden. Daar hadden we het over voordat de podcast was begonnen. Jij bent ook gedwongen om je retreats af te zetten en af te zeggen en dingen online te doen. Ja, vooral mijn jaarcursussen. Ja. Het zijn mensen die ik dus al ken en die al 6 lessen bij mij hebben bijgewoond. Hè. Ja. 1 keer in de maand is dat dan een dag. Nu, dat heb ik natuurlijk moeten cancelen nu. Dus dat gaat nu verder gewoon via Zoom, hè, via internet. Ja. Werkt eigenlijk hartstikke goed. Mooi. En ik zie me dat wel wat uitbreiden ook in de toekomst. Ja. Dus ook vooral voor, ook als we weer wel bij elkaar mogen komen. Je hebt ook mensen die gewoon de afstand te ver vinden of
om een andere reden niet ergens naartoe kunnen om les te krijgen. En ja, waarom niet? Het is een leuke aanvulling. Ja, mooi. Mooi. Ik weet nog dat je vorige keer toen zat je hier. En toen weet ik nog wel dat je zoveel mogelijk weg probeerde te blijven van e-mails, social media. Maar je wordt toch... Nee, e-mails wel. E-mails vind ik echt... E-mail is mijn, is mijn ding. Ik beantwoord elke dag best wel een hoop e-mailtjes van mensen. En dat vind ik een heel prettig sociaal medium. Mm-hmm. Want dat doe ik op het moment dat ik er zin in heb. Ja. Een paar keer per dag ga ik zitten en dan open ik dat mailprogramma. En dan krijg ik mailtjes met leuke vragen en complimentjes en zo. En dan geef ik antwoord en dan zet ik hem weer uit. Dat, maar bijvoorbeeld telefoneren doe ik bijna niet. Mensen kunnen mij doorgaans niet bellen. Zeg ik altijd mail maar, weet je wel. Ja. En ik heb geen Instagram en geen Twitter en dat soort dingen. Ik heb wel WhatsApp, maar is alleen maar voor de meest nabije mensen om, weet je wel, af en toe even een appje te sturen. Dus in dat opzicht ben ik inderdaad een beetje een kluizenaar. Ik woon ook min of meer afgelegen, dus ik heb gewoon alle ruimte voor mezelf ook. Maar ben niet eenzaam. Absoluut niet. Nee. Ik zie genoeg mensen nog. Nee, mooi. En nu dus ook via Zoom. Dus ik weet niet wanneer je dit luistert, maar nu zitten we in de coronacrisis. Het is nu begin april. Maar misschien als je dit over een paar maanden of misschien over een jaar luistert, dan wie weet wat je kan vinden online bij Jan. Jangeurts.nl, hè? Dat is gewoon jouw website. Onlangs vernieuwd, zag ik. Dus, mijn zoon is mijn webmaster en die maakt mooie dingen. Ah, mooi. Check it out. Jan, ontzettend bedankt dat je hier was. Ja, graag gedaan. Luisteraars, tot de volgende keer.